Ik ga gewoonlijk voor een klantje, mijn vleeskroket. Is het waar dat je in een pizza ooit een kindje hebt gered? Stoffel is dat erop maar in een potteke apart. Die scheiding was dat voor de operatie aan uw hart. Met die ajantjes wat een curry was speciaal toch wat gezond? En na die uitspraak is die zaak dan netjes afgerond? Mag er zout op vragen, Zelte? Ik ben dan wat verbaasd. Ja, want als ze het er niet op doen... Dan ligt het zout ernaast. Frietkast. Hey, wauw, met Peter de Pauw. Welkom bij Frietcast, de nationale praatgroep voor frietliefhebbers. Ik ben Petra de Pauw en naast een kleintje met pikkels en een curryworst ontvang ik elke week een gast die net als ik verzot is op frieten van de frituur. In deze aflevering is dat Joost van Ifte. Ah, ja, voilà. Hier is hem. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Hallo. Nacht. Ja. Joost behaalde een koksdiploma in Terduinen, maar kwam uit de keuken en ontplooide zich tot komiek en publieksopwarmer. Ja. Dag Joost. Dag, goeiedag. Hallo. Peter. Als je naar de frituur gaat, wat bestelt jij dan? En wel, dat is eigenlijk het teleurstellend klassiek. Omdat ik betrap mijn eigen er altijd op dat ik altijd hetzelfde vraag. Dus een kleintje met mayonaise, een frikadaal speciaal en een saté. Maar is de eerste vraag, noemen jullie dat hier ook een frikadaal? Want dat blijkt overal anders te noemen. Dus, ja, ik ben van Oost-Vlaanderen en daar... Is een frikadaal dan? Nee, een curryworst. Toch? Ja. Van waar dan in Oost-Vlaanderen zeggen ze een currywurst? Ik ben daar ooit eens mee uitgelachen aan de zee. Ja, terecht. Waar woonde je dan in Oost-Vlaanderen? Ik woonde ook in Oost-Vlaanderen. In Meren. Oh, ik woonde vroeger in Meren, Erpenmeren. Erpenmeren, ja, dat is waar. Maar dat is een beetje een ontwikkelingsgebied waar ze geen distributie hebben, dus dat weten ze dat nog niet. Maar dat noemt de frikadaal bij ons in Oost-Vlaanderen, denk ik. Ja. En West-Vlaanderen zeker. Maar dan, heb je dan ook nog een platte hamburger. Een lange hamburger, denk ik, in Limburg. Dat snap ik eigenlijk goed. Ja, dat is juist. Maar wat dat wel is, dan moet dat wel een curry ketchup zijn. Bij die mayonaise. Uw currywurst speciaal moet dan curryketchup zijn en met vers gesneden uientjes. Want de laatste tijd heeft iedereen de neiging om overal die fucking gefrituurde uien op te smijten. En dat is lekker, soms. Maar nu smijten ze dat ook op een frikadaal speciaal. En daar word ik een klein beetje zenuwachtig over. Het probleem is dat ik een grote muil heb op een podium, maar dat niet een diende man die dat vraagt op voorhand. Ik ben soms een enorme Jeannette in winkels en zo. Mijn vrouw lacht me dat enorm uit. Ik kan heel moeilijk uit een winkel gaan zonder iets te kopen. Ik vind dat jammer voor die mensen die dan tijd in mij gestoken. Ook als je het niet schoon vindt. Ja, maar ja, het gaat niet over niet schoon vinden. Maar stel, je gaat met de zep binnen en je vindt niks dat je aanstaat, dat je dan toch een onderbroek koopt. Uit respect voor de mensen die daar dan zijn of zo. Maar dat is een heel nichterig toegifte op dit moment van de dag. Ja, zie je, ik kom nu onmiddellijk als een soort van... Dat is hier een outing. Ja, mijn vrouw lag me daarmee. Ik lijk zo'n slappe te zijn. Ik ging ooit eens, wat ging ik klaarmaken? Ik weet, maar dat was er allemaal niet. En uiteindelijk is dat dan helemaal iets anders geworden, omdat ik dan toch iets anders kocht. Terwijl mijn vrouw zei, had ook naar een andere winkel kunnen gaan. Ik had zoiets van, ja, maar die mensen hebben ook al een dag gezegd tegen mij. Dus als je een garage binnengaat... Nee, ik weet het niet. Je kunt dat zwaarder en belachelijker dat je dat wel wil. Ik zal natuurlijk niet in een Fiat kopen omdat er geen Lamborghinis meer zijn. Maar ja, in die kleine dingen... bijvoorbeeld, wat ik niet meer mag doen van mijn vrouw, dat is vroeger droeg ik wel affiches weg naar winkels als ik in de buurt speelde met mijn volavondshow dan. Maar ik was gerenoveerd als ik thuis kwam. Want ik ben voor de laatste keer thuis kwam een Ray-Ban van 134 euro, denk ik. En twee LP's. Dus gelijk welke winkel dat ik binnenging, vond ik dat dan ook opportun. Van, en dan te zeggen, bedankt voor mijn affiche op te halen, maar ik zal ondertussen ook de cd mee pakken. Ja, als vrouw is dat dan een excuus om te gaan shoppen? Maar ja, bij u? Ja, het probleem is dat op dat vlak weer, mijn vrouw is eigenlijk gewoon een vent met een foef. Dus die koopt eigenlijk nooit gekleed. Als ik niet zeg, schat, kom, ik bestel dan op Top Vintage, dus het is een beetje rockabilly chick, dus ik bestel dan zelf dingetjes, want anders doet hij dat niet. Dus ja, ik ben misschien de vrouw. Dus jij gaat voor haar eigenlijk kleren kiezen? Ja, ja, dus misschien ben ik de vrouw. Maar... misschien ben ik de eerste transgender zonder het te weten. Kan, hè? Ik weet het niet. Maar we gingen over frieten praten. Dan. Ja, dus waar met de verse uitjes, hè? Ja, waar dus met de gefrituurde / verse uitjes, ja. En dan nog een saté. Zo'n klein saté. Maar het rare is, dus de laatste tijd besef ik dat ik ze... Ik weiger een oude vent te worden die altijd hetzelfde doet overal. Dus heb ik overlast een keer een loekworst. Een servelave noemt dat. Ik had dat nog niet hier. Zo met een rood plastic rond. Ja, en dan vroegen ze of dat moest gebakken zijn of niet. En dat leek me al voor de hand liggend dat moest gebakken zijn. Maar dat is blijkbaar niet voor de hand liggend. Maar daar hebben ze dat inderdaad in het frietvet gesmeten. Maar dat vond ik ook geen feest eigenlijk. En al wat dat te pikant is, daar ben ik niet zo zot van. Zo die, wat is dat, Mexicano of zo? En net zo'n lucifer. Ja, zo dat is zo'n groot stekje, hè. Nee, dat vind ik ook niks. Maar de vriezekes is natuurlijk één ding. Maar daarnaast, als ik ze moet meepakken naar huis, dan liever niet. Dus ik vind dat gefrieten ter plaatse moet. Ah, serieus? Ja, ingepakt. Ah, daar verschillen we van mening.
Ja. Maar Leon, ik ken wel graag als dat dredge is als je thuis komt. Echt? Ja. Daar is mijn goesting over. Dat is zo mottig. En dat is zo... En dan, dus wat is dan blijkbaar de truc van te zorgen dat je frieten wat goed blijven? Dat is A, er geen zout op doen. Want door zout op doen wordt dat in dredge. Mm-hmm. En je zak een beetje open schuren. Dat zouden al twee dingen kunnen zijn die helpen. Ik heb het beide geprobeerd. Ik blijf het een mottige dredge vinden. Dus dat hoeft dan niet. Dus, maar, dus dat betekent dan misschien ook wel dat jij alleen frieten gaat eten? Ja, maar, ja, maar dat is ook omdat mijn vrouw heeft al een strijd tegen de kilo's sinds 1932. Dus die eet bijna nooit frieten van de frituur. Een keer een McDonald's binnen, dan misschien de verleiding niet kunnen weerstaan. Mm-hmm. Maar onze kinderen zijn ondertussen ook al zo groot dat die niet meer met mama en papa de McDonald's gaan. Maar mijn vrouw zou bijna nooit de optie frieten die het hele leven al slaatjes in. En doe je dat dan zo in het geniep? Nee, maar meestal als ik op de baan ben, hè, ja, ik vandaag bijvoorbeeld, vanavond krijg ik eten, maar soms is het ook zo dat je in een of andere mottige tent moet gaan spelen en dat je gezegd hebt, doe maar geen eten, ik zal het zelf wel doen. Want soms ruikt het op voorhand als je aan optreden moet, het gaat van die sandwiches zijn die met liefde gesmeerd zijn gisteren. Is dat zo? En ik vind dat heel delicaat, hè, want we zijn... Je hebt geen rider of zo? Ja, blij. Riders, dat is een ding, jong. Wij springen wel van dak om tak. Maar dat is niet erg. Dat is de bedoeling van een podcast. Ah, ja. Dat mag. Is dat zo? Ik denk dat... Allee, die dat ik graag luister, zei ja, zo. Maar het is een rider, bijvoorbeeld. Het viel mij op dat gelijk waar dat we in gaan spelen, in mijn volavondshows, in culturele centra, viel het mij op. Er stond altijd een fruitman. En ik zeg... En zo'n kommeke nootjes, zo'n studentenhaver achter een schil. Zonder zout, hè, zo van die... Ja, gezonde dingen. Hè. En ik spannend vraag daar bij zo iemand van... What the fuck is dat toch met jullie in die culturele centra en overal van een stroomfruit? Ik eet alleen fruit als het gefermenteerd in een fles zit, zeg ik. En ik werd bijna neergebliksemd, want... Hey, vriend, dat staat wel op uw rider. Ik zei, ja, wat lief. Ja, dat staat wel op uw rider. Waarop ik dacht van, jeez, dat vind ik gênant, want iemand heeft dat moeten gaan halen voor mij en ik kom daar niet aan. Dat vind ik dan onbeleefd. Dus ik belde een dag daarna naar uit de management, mijn grote vriendin, om te zeggen van, hey gasten, kom, er staat blijkbaar een fruitmand op mijn rider. What the fuck? En noten. Wat is dat nu voor een keer? Geen noten. Dat is slecht voor je stemband. Waarom zou ik dat nu eten? Noten. Waarop de ander zegt, ja, Joost, dat is toch de absolute basis. Ik zeg, nee, want de mensen zijn erom geweest. Voor mij zou de absolute basis dan de nougatini zijn. Dat is tenminste lekker. En ik zeg, en trouwens, terwijl ik je aan de lijn heb, ik zou willen hebben dat je er in de plaats daarvan bijzet, de artiest verbindt zich ertoe van minstens een kwartier met de mensen te klappen als het gedaan is. Wat bedoelde daarmee? Ik vind dat belangrijk. Ik heb veel mensen die gedaan en optreden en dan als een dief in de nacht verdwijnen. Ik vind dat heel onbeleefd. Ik vind dat is raar. Heel schofterig eigenlijk. Want mensen hebben hun best gedaan om naar uw show te komen kijken, entree betaald, proper kleren aan, dan sommigen. Zich hopelijk een klein beetje gewassen en geschoren. Geschoren hoeft voor mij niet, maar gewassen toch. En die komen dan in je show. En dan zet jij de loemp om juist even je kop te tonen. Dus ik vind dat heel gemeen. Maar dan moet je dat toch niet echt in je rider zetten? Want dat is toch wie dat jij bent. Ja, anders is dat voor die mensen zo'n verplichting. Nu moeten we gaan praten met de... Nu klink je als mijn manager. Nee, maar nu moeten we zo gaan praten met de artiest. Nee. Het is de artiest die daar staat en zegt, ik ga iets gaan halen aan een bar. En ik ben dan echt een soort van... Ja, ik word daar zo vaak uitgelegd als een soort van de boma van de comedians. Ik ga dan echt van tafel naar tafel zeggen en zijn er geklachten. Ik doe dat graag. En waarom doe je dat dan? Is dat dan ook van een soort van bevestiging voor jezelf? Misschien, maar vooral Vlaamse nederigheid. Of, I don't know, of, hoe noemt dat? Ik weet dat niet, maar ik vind dat toch... Dat is toch geestig van een keer te gaan zien. Ook de mensen naar de kop te zien. Je ziet ook een beetje dat er ligt. Zie je dat? Maar ja, ik heb jaren aan de deur gestaan van ontvangstacts. Hoe zo moeilijk woord. Ontvangstacts gedaan. Ik zie al iemand zijn kop als die liegt. Als dat iemand is die zegt van ja... Weet je, moet ik 10 dagen een patiebouw staan? Hè? Dus waar dan mensen... Jij staat er dan bijvoorbeeld... In mijn carrière, ooit in een blauwe overal met een pruik in de vorm van een vlammetje, waar ik als werkloze vlam voor warmtepompen sta. Nee, het is echt zo hetzelfde. Je weet dus, dat zijn jobs waar je dan toch, ja, ik denk nu of hoe lang, ja, 7 uur of zo daar staat. Dat is ook vermoeiend, hè? Ja, maar ik kreeg daar toen wel, ik denk, 600 euro voor of zo. 10 dagen, dat is toch een factuur van 6000 ballen. Wat dat toch godverdomme goed verdiend is, vind ik. Het is een kutjob, maar het is wel rijkelijk betaald. Maar er komen echt gasten naar u, want van school moest er dan naartoe. Zo metters en gasten die dan van school een dag naartoe.
En op een bepaald moment komt dus een gast naar mij. Ja, het is redelijk aan de hoort dat misschien in die podcast. Ik hoor zo'n beetje... Gezellige regen buiten. We zitten hier... We zitten echt in de Vlaanders, hè. Op de podcast, aan een knetterend haard, vullen een glaasje rode wijn. Heerlijk. Die op een bepaald moment komt zo'n gast naar mij. En die kijkt naar mij en die zegt echt zo... Wat dat jij wilt doen, man. Jij belachelijke naap. Zegt hij dat? Ja, die zei gewoon achter mijn feest. Maar je kunt ook niet tegen die gast zeggen van gast, die bakken zeg ik verdien die 6000 euro, want nobody, niemand gelooft dat. Dus dat is wat je... Dus, maar ondertussen heb ik wel heel goed geleerd dat je zo op gelijk welk festival of gelijk wat staat, een deel van de mensen vindt dat leuk en charmant en die kijken naartoe met een open blik van hey, er gebeurt iets. En een deel van die mensen kijkt van oh my fucking god, kom, we gaan een meter opzij. Dat we die naap... Er zijn ook mensen die zo hard kunnen negeren, man. Dat je bijna denkt van, why? Gewoon vriendelijk knikken en heel bedankt zeggen, dat is niet zo moeilijk. Maar mensen kijken bijna boos naar u en die zeggen, hallo, goeiedag mevrouw. En die kijken naar u en die blijven recht in uw bakjes kijken. En die zeggen niks. Die zeggen, laat mij gerust. Je gaat mij niks verkopen, maar ik wil niks verkopen. Gewoon goeiedag zeggen tegen u. Echt heerlijk. Ik denk misschien, dat is die lucifer van in de frituur. Ja, dat is geen dag. Dat is geen dag dat ik daar... De frituur, ja, we moeten terug naar de frituur. Nee, maar dat is niet erg, dat is niet erg. We hebben een podcast van 6 uur. Hoe komen wij hier in godsnaam bij de frituur? Ja, dus we zaten bij de... Ja, eigenlijk, het begon eigenlijk met zeggen dat je... Hè, die gebakken uitjes en zo. Ja. Dat je dat niet durfde te zeggen in de frituur. Wat ik raar vind, want ga jij ook altijd naar dezelfde frituur waar dat ze je dan toch kennen? Nee. Tenzij dat je op route bent. Voilà, ja, dus zo was het toch aan van het culturele centrum. En ik, eigenlijk is het inderdaad zo dat... Goh man, wat een bocht. Maar meestal is het gewoon omdat ik on the road ben. En dan kom ik in een frituur waarvan ik ook niet weet dat het goede zijn. Maar meenemen is geen optie. En nu moet ik eerlijk zeggen, als ik het kan vermijden, doe ik het wel. Want alleen eten vind ik een van de meest zielige dingen die er bestaat. Ik vind dat intriest. Als ik mensen alleen zie, denk ik bijna goesting om erbij te gaan zitten. Ik vind dat zo triestig. Dat kan toch een moment zijn? En ook als komiek, gaat dat misschien dingen oppikken of zo? Dat je ziet rond u dat er dingen gebeuren? Ik heb er al heel vaak over gehad. De Jelle Kleinmans, waar ik samen een show mee speel. Dus we hebben veel tijd samen backstage geweest. Die doet dat zelfs soms in chique restaurants, in een sterrenzaak. Had die alleen. Dat vind ik wel raar, alleen. Maar als die had, dan kan ik genieten enorm van. Helemaal into the food, helemaal ik en het eten en eventueel nog een goed boek. Boek? Ja, het is een raar, hè. Maar, zal die ook eens uitnodigen? Ja. Dat wil ik wel eens weten. Ja, zegt die friet niet. Ja, nee. Oh ja, dat is nog iets. Overlast moesten wij samen gaan optreden. En schiet mij dood. Ik denk, Leopoldsburg. Nee, het is niet waar. Het was whatever, fuck. Limburg. En daar kregen ze plots hooi op je bord gesmeten. Dat zijn zo van die kleine frietjes. Ja, fuck man. Maar dat heeft een naam. Dat is zelfs herkend. Tennebos. Ja, hoe heet dat nu weer? Ja, ik vind dat wel lekker. Ja, ik ook. Maar niet als het gebakken steppengras. Is. Steppengras. Voilà, goed. Ik ben een kenner, hè. Maar dat is blijkbaar beschermd, hè, want mocht dat dan geen steppengras doen. Dat is blijkbaar aan een regiogebonden ding, heb ik me daar laten vertellen. Ik heb dat eens op de VRT gegeten ook, dus. Zo regiogebonden. En was dat daar ook lekker? Ja. We hebben zo een paar jaar een hele goede chef gehad daar. Toen, ja. In de jaren 60. Dat is al niet een paar jaar geleden. In de mes. In de mes. Ze zeggen het ook zo charmant, de mes. Wat zeggen ze over dat steppengras? Wat vonden daarvan? Normaal is dat lekker, maar daar was dat volgens mij in oud vet gebakken of zo. En dat was echt zo een mottige hoop dingen, slingertjes. Van waar ik wil zeggen, dat je weet dus nooit waar je binnen gaat. Er zijn ongetwijfeld supergoeie frituren, de beste frituren. Maar je kunt ook vreemd mislopen, man. Dus van die diepvriesfrieten zijn... Want dat is een niet... probleem. Dan is weer het volgende. Ik kan enorm genieten van die alumetjes in de McDonald's. Vind ik lekker. Omdat ik dan maar zo'n klein pakje is. Maar anderzijds vind ik de real shit. Dat is een Paul Neuf. Dus die moet je bijna eerst koken. En dan zo hard mogelijk afkoelen. En dan weer bakken. Die moet het volgens mij 3 keer bakken. Zodanig dat echt zo een dikke korst wordt. Maar nog meer bijna puree van ben. Vind ik ook wel super lekker. Maar... Jij kent die namen, maar mensen weten dat misschien niet, maar jij bent wel eigenlijk chef van opleiding. Jij bent een kok, hè? Hotelschool, dat is wel maf, want eigenlijk Hotelschool Ter Duinen, die ik ook zei, was in mijn tijd, en misschien buiten nu nog, toch een van de meest gerenommeerde hotelscholen in Vlaanderen. Maar frittenbakken, dat leerde je daar niet, hè? Nee. Maar hier leer je wel die versnijdingsmethodes, hè? Dus pommelimbetten, ponnefs, wat is het allemaal? Maar ze zijn veel meer bezig met sterrenfret. Eigenlijk leer je er ook geen rode kool klaar maken. Je leert je dan vooral al die arty-farty shit, hè, met wasabi-dressing en quinoa en lalala. En eigenlijk is dat grappig, want dan moet je legerdienst gaan doen. Dat is nu niet meer, hè?
Nee, maar... Tenzij dat je in Oekraïne woont. Ik weet dat ik er enorm jong uitzie, maar geloof mij, in mijn tijd... Al zo oud? In mijn tijd was dat wel, hoor. Ja, ja, ik was de laatste lichting eigenlijk. Ik ben van 69, dus wij waren de laatste die militair moesten worden. Maar het grappige is, dat is het Belgisch leger, dus op dat vlak, zeer consequent, je moest dan toch nog 14 dagen opleiding frittenbakken doen. Zij zegt, Maarten, je komt van de beste hotelschool. En dan komt dus de eerste dag in... was dat in Peuty, als ik me niet vergis? Ja, in Peuty. Want je doet eerst die opleiding als soldaat in Turnhout. Dan is dat echt je opleiding voor soldaten mogen zijn. En maar dan moet jij, terwijl Hans je troep vertrekt naar Duitsland in mijn geval, naar Soest in Duitsland. Dus mijn kapitein is vertrokken allemaal. Maar ik moest eerst nog 2 weken veldkeuken en 2 weken fritten bakken. En dan, 2 weken? Ja, en het grappige is dat je krijgt er ook een examen van. En ze dreigen dan, als je er niet doorzit voor je examen, dat je naar Arlon gestuurd wordt. Maar ik moest al naar Soest. Dus eigenlijk was Arlon een beloning. Ja, dat was zo grappig. Want dat was echt, ik heb dat trouwens in mijn eerste show verteld. Denk ik. Dus dat was dan de eerste 14 dagen fritten bakken, op hoeveel graden voer bakken. Ja. En bij de tweede 14 dagen was het opleiding veldkeuken. Dat is een soort van campingcar, dus een soort van remorque voor achter een camion, waar dat je ten tijde van oorlog op de field, op de front moet leren mee koken. Dus, en dan sta je daar s'morgens om 7 uur en zo'n militaire boehangar komt dus een Mongool met een paar strepen. Die maakt geluiden, gelijk naar West-Vlaming. En die begint daar zo van... De taakverdeling. We zijn met 12 man of zo. En dan moet je ook koken voor die 12. En dan is de taakverdeling... soldaat, met de chef van Damme. Ja, wie chef? Of weet ik niet wat. Ja, sergeant. Ik weet niet wat dat moest zijn. Dat was dan, die moest dan de vuilbak doen. Dat was verantwoordelijk voor de vuilbak. Dan nog iemand was verantwoordelijk voor de branders. Dat was al met 2 voor de branders. Maar dat wil zeggen, je een brander aansteken rond 8 uur en hem uit doen om 12 uur. Dat was de dagtaak. Hè. En in mijn geval, mijn eerste keer dat ik daar stond, maar ik dacht, doe ik daar, dit is een joke, dat kan niet, dat is een joke. Dit is hier onze eerste dag. En die had, wat heeft dat? En dan zei, ja, en dan moet je tegelijk met je voet zo... En dan zo, ja, en groeten en zo, ik weet. En die gast zegt, dessert! En ik zeg, oké, en wat is een dessert? Banaan! Dus om 7:15 kreeg ik de verantwoordelijkheid om 12 bananen te verdelen over 4 borden. Met zo'n servetje onder. Dan is een dag wel lang, hè? En dat was het, ja. Maar ja, dan leerde sigaretten ook en bier drinken, hè. Ja. En ik heb nog gevraagd, van, mag ik het eventueel in wat creatieve manier versnijden? Want ik dacht, ik kan misschien een beetje like bij de Chinezen er een zwaan van maken. Of zo. Maar dat mocht niet, dat was te creatief. Dat mocht niet, ja. Nee, banaan hoort nog altijd banaan te zijn. Waarschijnlijk omdat je dat dan als revolver kunt gebruiken. Het was heel raar. Zeg Joost, als je dan 2 weken lang frieten hebt gebakken in het leger, dan is misschien mijn vraag, die ik eigenlijk al levenslang toch wel wat in mij heb, Stel nu dat je zo elke dag frieten zou eten, want dat is echt... En voor mij is dat echt mijn lievelingseten. Worden dat dan beu, denk je? Of niet? Ik denk het wel. Maar die heeft het toch zo naast geprobeerd met McDonald's eten. Hè? Dat is toch die film, hè? Hoe noemt die duwt? Ja, maar je hebt er zo nog een die zo elke dag een hamburger eet. Ja, dat stond ook zo onlangs in de krant. Ja, dat is zo'n DVD-ding. Dat is een film geweest. Ja. Ja, kom er ook niet op. Hè. Die was niet dik geworden, hè? Maar eerlijk gezegd, ik denk zelfs... Nee, blijkbaar niet. Nee. Maar eerlijk gezegd, ik denk dat... alle dagen friet eten. Ik zal het zo zeggen, als je in een restaurant... En vroeger hadden wij een restaurant. Mijn vrouw en ik samen restaurants gehad. En eigenlijk eten niet veel. Omdat je geeft met je neus. Dus je staat al een gast in die keuken. En dan krijg je niet veel honger. Want het is gelijk dat je gevuld bent van geurtjes of zo. Ik weet niet. En je proeft ook hier en daar. Dus je honger is gelijk gesteld. En ik denk dat met frieten hetzelfde is. Maar ja, het is natuurlijk een verschil tussen in de frituur staan als frietenbakker. Of als klant, elke dag een bakje frieten. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen, elke dag zo, als je op het café komt, nog een kleintje mayonaise, dan zie ik nog wel zitten eigenlijk. Het probleem is dat ik het gewoon niet meer kan er gewoon met tegen. Oh, en hoe bedoelde het? Ik ben nu 53 of zo, ik ben dan geopereerd aan mijn maag. Niet omdat ik dik was, maar omdat ik een heel rare ziekte had. En ik kan dat gewoon niet verdragen, man. Als je in je bed kruipt en nog met een pens vol, dan slaap ik heel slecht. Heel slecht. En hoeveel keer per week ga je zo naar de frituur? Of per week? Per maand? Ah, ja, voilà. Ik denk, niet zoveel. Hè. Ik denk, als ik dat 2 keer in een maand tegenkom, dat al veel is. Wegens dat mijn kinderen al groot genoeg zijn, die vragen mij niet meer mee.
En mijn vrouw die zal er zelden achter vragen. Dus dat gebeurt eigenlijk niet veel. Nu met die boerderij die we gekocht hebben, een leuzen. Dat, dan moet wel... ook wel, dat is ook weer een verhaal. Ah, ja, dat is weer vertel een verhaal. Eens, want... Wel, het grappige is, en dat past wel helemaal in die podcast. Ik heb dus een soort van U-vormige boerderij gekocht. Zeg maar net geen vierkantshoeven gekocht. En was dat in Wallonië? Ja, dat is Wallonië. Het is te zeggen, dat is eigenlijk heen gegaan. Dus ik zit eigenlijk op, ja, ergens vlak bij Leuzen. Maar, en ook door 3 kilometer van Leuzen en 12 kilometer van Ath. Leuzen is echt een mottig stadje. Dat is echt zo precies Charleroi. Dat is echt zo van die winkelvitrines met aluminium uit de jaren 70. Ja, ja. En veel leegstand. En verschenen dingen zo. Ja, word er niet vrolijk van. Nee, dat is echt een stad waar je niet vrolijk van wordt. Maar ik zit er vlak naast eigenlijk. En Ath is wel een heel leuk, charmant stadje. Dat is eigenlijk waarschijnlijk ook door die Paradise. Dat leeft veel toeristischer en zo. Maar het grappige is dat wij hier op deze podcast terechtgekomen zijn. Hoe dat toeval toch soms... Ik ben benieuwd. Uw pad kruist. Als je vanuit mijn boerderij, kijkt over de velden, en dus, dat is een glooiend landschap, want ik heb ook een klein huisje in de La Paix de Colline, die al veel hobbeliger is, maar vanuit de Leuze is dus net niet Paix de Colline. Een glooiend landschap vanuit mijn boerderij, ik zal je straks foto's doen, want daar hebben we nu niks aan, dan kijk je over de velden en daar zie je de fabriek van Lutosa staan. Dus de frituur. Schatjes van patatjes. Schatjes van patatjes. Ook heel veel aardappelvelden om en rond mijn boerderij. Maar het grappige is, als de wind verkeerd zit, die pocheren dat dus heel dag, vrienden, die mannen. En als de wind verkeerd zit, of maandagmorgen beginnen we te werken in die boerderij, want wij, meestal werken wij naar de maandag, mijn vrouw heeft altijd congé de maandag. En de wind zit verkeerd, dan riekt dat constant naar gepocheerde frieten. En dat is niet lekker. Je krijgt niet goed stink naar frieten van de geur van gepocheerde frieten. Het is zo gelijk een gestoomd... weet je wel, als je een patat bakt aan 150 graden, of 160 graden, dat... Niet lekker. Maar bij ons is dat alleen als de wind verkeerd zit. Maar als je de hubo ruikt, dat je er vlak neemt, dan ruikt dat altijd, maar altijd ruikt het daar naar gepocheerde frieten. Heel die regio daar. Dat is heel maf. Maar hoe heb je dan dat huis gekocht als er zo'n geur hangt? Maar je ging daartoe niet. Dus ik zeg, we zitten op 3 kilometer en gezien de verte daar wel die 2 witte blokken. En aan de zijkant Lutosa, als je goed kijkt. Kun je echt Lutosa zelfs staan volgens mij. Maar toen rook het niet naar frieten. Maar nu, als de wind verkeerd zit, ruik het wel naar frieten. Nu, het is niet in die mate dat ik zo denk van shit, hoe moeten we rap die boerderij verkopen? Of oei, als we ze ooit willen verkopen, gaan we eerst kijken van waar dat in komt. Maar voilà, als ik het zoveel zeg op een podcast, ja, hoef ik er niet meer over te liegen. Als die podcast een succes zal worden, dan... hoef ik er niet meer over te liegen. Nee. Dan zeg ik, dat is niet met zijn boerderij, die riekt naar frieten. Maar hoe verschrikkelijk zijn we daarnaast wonen. Anderzijds heb ik ooit in Moerbeek gewoond, naast de suikerfabriek. En dat wordt dat heel vlug geworden. Ja. Intern hadden dat toch ook zo, waar het de beesten... Rendak. Ja, maar rendak, dat vind ik dan stinkot, nog... Stinkot, zoals ze noemen. Een andere level, maar dat vind ik... Ja, maar daar wonen ook mensen en die blijven daar wonen. Het moeten toch heel arme mensen zijn. Zijn volgens mij al mensen met een handicap en arm. Die daar wonen. Wat zei het? Is dat Ternat? Ternat. Ah, nee, die gaan niet arm zijn. Dat is nee, dat is tegen Brussel. Dat zijn meestal kapitaalkrachtige. De kapitaalkrachtige mensen. Maar die stinken, man. Misschien hebben die helemaal corona gehad. En hebben die hier geur niet meer. Nee, dat toch niet. Maar dus, want jij bent van Zelzaten en je hebt dan daar een boerderij gekocht. Eigenlijk van Aertsvelde, amai zeg. Aertsvelde. Wow, geweldig. Ja, machtig. Van Aertsvelde. En dan hebben wij samen, mijn vrouw en ik, dus 3 horecazaken gehad in Zelzaten. Omdat Zelzaten leeft enorm veel industrie. Dus dat was wat plezant, goed in business, dat was leuk. 3? En hoe lang? Maar ja, achter elkaar. Dus de typische Vlaamse, groter en groter en groter. De eerste zaak was voor 40 man, de tweede voor 80 en de laatste was voor 180. En dan deden we 500 couverts per week. Maar dat was wel goed in business. Dat was wel, wel een zotte business, hè. Ja. En hoe lang heb je dat dan gedaan? 14 jaar, denk ik. En dan dacht je van, oh, ik ben ook wel grappig? Ja, ik had toen plots dingen gelezen. Hoe noemt die? Goh, zo'n nieuwsanker. Nee, zo'n presentatrice op... Ai, shit, hoe noem je die vrouw, jong? Waar presenteerde ze? Ja, zo op de VRT. Ja, jij moet dat weten, hè, man. Allee, zo'n zwartharige... En ze schrijft ook gedichten. Onder haar oksels. Jij wijst nu zo'n oksels. Ik wijs nu oksels. Ja, dus, maar ik probeer de lengte aan te geven van haar haar, want het is een hele rare manier om dat te doen. Ik begrijp dat dat heel raar is. Aapjeshouding. Allee, jongens. Ja, de apen. Ik heb misschien apenpok. Hoe noemt die jong? Zo'n zwartharige vrouw. Sabine de Vos. Ja, dankjewel. Sabine de Vos. En die was een meter van de bil. Ah. En ik lees erover en ik zeg, holy crap, wat is dat, jong? De bil. Ik had er nooit van gehoord. Improvisatietheater. Ik dacht van, what the fuck is dat, jong? Ik had er nooit van gehoord. En ik dacht van, oh, dat ziet er wel cool uit. Dus gewoon op het podium stappen en hopen dat er iets van je gebeurt. Dat wil ik wel een keer zien. En dan ging ik zo auditie doen, samen met mijn schoonbroer auditie gaan doen in Antwerpen. En ik denk in de badhuis. Dat was in het badhuis, of het oud badhuis. Ik weet het zelfs niet waar dat is in Antwerpen.
En ik kwam er eigenlijk wel heel goed uit, eigenlijk. Je mocht blijven. Ja, ik mocht onmiddellijk meespelen. Want nu is dat mijn academie. Je moet eerst zo'n jaar in die academie meedoen. Ik heb bij de Lunatics gezeten. Ah ja, ik ook. Daarna. Maar, ja, maar ik misschien later. Ja, ik troost je in die gedachte. Waarschijnlijk. Ik heb je daar nooit gezien. Nee, maar bij mij was het jaren 30. Ik heb daarna de Lunatics gedaan. Ja, ah, ja. Omdat ik de Lunatics vond ik leuker. In die zin, een barpro is gemakkelijker. Mm-hmm. Het passeert veel rapper. Die longform. Met een beeld konden dan wel soms 15 minuten of zoiets van. Dat was al veel meer. Dat moest al echt een paar goede spelers zijn. Daarmee wil ik niet zeggen dat een beeld beter is dan de Lunatics, want ik klink precies alleen in een andere improvisatiesnop. maar ik vond dat funnier. Dat was paf. Wij doen dat nu in de Joker soms nog. Zelfs met een aantal comedians die alle regels van geslaagde improvisatie accepteren. Nee, niks van. Dus dat is wel leuk. Maar, ja, en dus daar mocht ik plotseling al bij dat rode team spelen. Dat was super plezant. Mensen gooien pantoffs naar uw kop als het slecht is. Dat vond ik ook al tof. Geeft u een keihard een opdoffer, psycholoog. Amai. Ja, maar dat werkt echt zot, hè. Maar is het dan ook zo dat je, als ze dat dan gooien, dat je zo denkt van, oh shit, ik kan het dus echt niet, of wat? Nee, maar meestal als je verhaaltje bezig is, weet je al, subiet komt er een. Dus je weet eigenlijk al, we kunnen alleen maar hopen dat ze u lief genoeg vinden om even te wachten. Want uw publiek heeft meestal net iets langer geduld dan dat jij, door het feit dat je het al veel gedaan hebt, weet. Ja, ik moest eigenlijk al in een gat hebben. Dus die pantoffel komt niet onverwacht. Maar op het moment dat je 60 naar je kop krijgt, weet je wel, nu ben ik het echt keihard aan het verkloten. En dat is ook heel grappig, omdat op dat moment springt er niemand meer in. Behalve de echte. Dan laten ze gaan. Je hebt een paar echte, die springen dan plotseling wel 10 jaar eerder en heel de boel is gered. Maar meestal is dat zo'n zinkend schip waar daar niemand op springt. Van, yeah, you're on your own now, boy. En dat is heel gênant, want je weet gewoon, ik raak hier op de weg. Maar is dat zo dat je de stijl wel leert? Ja, ik vind dat wel. Ik heb dat nu als stand-upper al heel veel plezier gehad, want ik durf heel gemakkelijk uitstappen. Ik ken collega's die niks doen met het publiek, omdat ze A, of het niet interessant vinden, of B, er geen goesting in. Ik vind dat heel plezant, want uiteindelijk zijn die moppen, die blijven ook die mop. Maar iedere keer als je iets vraagt, gebeurt er bijna altijd iets van je. En als er niks van je gebeurt, geef het ook niet, dan is het gewoon een interesse. Als je vraagt, overlas nog tegen een beginner, iemand die nog maar juist mee komt, die bezig was van ik zeg, probeer een keer zo hier en daar dat risico te pakken van, hey meneer, wat is je beroep of wat doe je? Ja, maar ja, ik weet daar niet altijd weg mee. Ik zeg, ja, dat geeft toch niet? Het is niet om te aan iemand vragen, hoe noemde jij Jan? En wat doe je? Bakker. Oké, dag Jan, de bakker. Leuk. Zou een leuke achternaam zijn? Kijk, ik heb al een opknikken. Maar als er niks gebeurt, dan gebeurt er niks. Het publiek weet dat niet. Hè? Mm-hmm. Maar dat is wel door die impro verleden dat je zo die rust hebt. Ja, dat kun je denken van, whatever. En dat is wel plezant. En dus die Bill, daar had ik dat gelezen van Sabine Vos en ik deed er dan een keer mee en dat was plezant. En soms mocht er dan zo een keer, mocht iets doen, hè, evenementen gaan ondersteunen of mee voor bepaalde grappige vierkjes of televisie, dat er voor televisies moest gebeuren. Televisie vroeg ze mij nooit, want niemand verstond mij. Is tot op heden nog niet veel veranderd. Zonder titel dan niet ook. Het is toch ook meer diversiteit nu, dus nee, misschien dat je nu wel welkom bent. Ja, nu zou ik toch, ja, nu beginnen ze ook Oost-Vlamingen te ondertitelen en het schuift op. Ik deed plotseling, en het was iets wat waarschijnlijk niemand wou doen, dat was het ongelooflijk interessante en boeiende veelbekeken programma, toen op kanaal 2, Open en Bloed. Met Tiani Kirimov of zoiets. Kirilov. Kiriwaar. Was dat een seksprogramma? Dat was het zo, alles over seks. Amai. En de bel vroeg van, zie, daar zitten we daar een keer naartoe te gaan. En ze zoeken daar mensen voor. En, ik zie mij daar nog zitten, maat. In de vroegere studio's van, ik weet niet wat. Ja, het maakt niet uit. En dat waren twee toffe vrouwtjes die mij daar begonnen om vragen te stellen. En ik zeg, ja, weet je, er zijn zoveel mensen die op bepaalde dingen niet willen antwoorden. Als je aan een vent vraagt, een grote Piet of een kleine Piet, hij gaat daar ook eens maar niet op antwoorden. Ik zeg, maar ik heb allemaal niet veel moeite mee, dat maakt toch niet veel uit. Ik zeg, maar ja, waarom is altijd de vent die ervan beschuldigd wordt? En ik zeg zo tegen die twee vrouwen van, slikt hij sperma in? Zeg ik tegen die vrouw. En die worden zo helemaal zenuwachtig. Zeg maar, ja, we zijn hier toch niet gekomen voor jij aan ons verhaal te stellen? Zeg maar, ik wil maar aantonen, zien hoe gevoelig dat ligt. En ik kwam thuis, ik zeg tegen mijn vrouw, ik denk dat ik het daar eigenlijk helemaal verkloot. En s'avonds kreeg ik telefoon. Van zeg, het viel ons toch op dat jij heel gegeneerd en ongegeneerd en open daarover babbelde. Dus zou het niet zitten voor in het vaste team te zitten? Ik zeg, als ervaringsdeskundige. Dus zat ik plotseling in een kutprogramma. Oh man. Kutprogramma. Ja, voilà. Nee, dat is echt.
was maf, hè. Was heel maf. Maar dat was wel... En ik leer daar plotseling Nigel Williams kennen. Ik ken die vent niet. En dat was een kleine, kwaaien... Engelsman. Slash Engelse sprekende kerel. Maar die zat er ook een beetje kwaad te wezen. De Nigel is een super kerel, maar heel vaak zegt hij soms op dingen ja... En achteraf denk ik, ik had het niet moeten zeggen, maar ik doe het dan toch. Dat vind ik super tof, want ik ben ook zo. Zoals dat je vandaag hier zit. Nee, maar vandaag wel geamuseerd hier toe. Er zijn nog geen moeilijke vragen geweest. Hè. Nou, het gaat over frieten, hè, Joost. Dus dat, er zijn nog geen moeilijke vragen geweest. Hebben we nog niets gevraagd over mijn... maar de Nigel zit daar en die was toen blijkbaar bezig met die penismonologen. En vandaar dat ze hem hadden gevraagd. Ah, ja, ja. Dus ik leerde die vent kennen en die deed stand-up comedy. Ook iets dat ik eigenlijk niet kende, omdat ik heel mijn leven in horeca keihard gewerkt had. Dus ik kende er allemaal geen hol van. En wat blijkt, die gaf workshops comedy. Ik dacht van, wauw, dat is helemaal te gek, man. En waar doet hij dat? Ah, ik geef workshops in Narenberg in Antwerpen en in Geel, in de Werft. Ik belde uit Narenberg, daar zat dat al vol zet. Ik dacht van, shit, ik bel naar Geel. Ik mocht er nog bij, ik kon er nog net bij. Die mevrouw heeft me nog uitgelachen, want die wil mijn adres opschrijven. Die zei van, en waar kom jij? Ik zeg van, zaalzaten. Amai, daar heb ik nog nooit van gehoord. Hoe ver is dat? Ik zeg, ja, een uur en een kwart of zo. De naft was toen ook nog wel goedkoper. Ja, ja. En die schoot echt in de lach. We hadden nu echt 10 weken aan elkaar van fucking zaalzaten. En dan komen we een workshop bij Nijs. Ik zeg, ja, whatever. En dat was eigenlijk wel funny, hè, want... De beste leerlingen van zijn klasse, zeg maar, die mochten dan zijn voorprogramma doen. Van hier ook een oplegstjes, zo eigenlijk dan gaan spelen. En om ons dan mee, om ons de kans te geven voor ons verder te ontwikkelen. Want uiteindelijk leert het is gelijk bij koken. Je leert je met je maar door te doen. En niet door de theorie of een frietenbak te doen. Je moet het leren. Je moet het doen. Je moet het doen, je moet ze vastpakken, je moet erin bijten. En ze moeten zingen en dat soort van dingen. En Nigel zei ze altijd van ja, er zit er een in Antwerpen. In mijn workshop in Arenberg, daar gaan we nog van horen. En blijkbaar zei hij, in Narenberg zit er nog in Geel en daar gaan we nog van doen. En achteraf gezien bleek het dan in Narenberg Filip Geubels te zijn. Allige. Oh, wat er van dien gekomen is, dat weet ik niet. Die doet nu weer iets voor de Colruyt, denk ik. En ik ben nu enorm succesvol ondertussen. Ja, met al uw emo. Want, mijn boerderij al. Want de Geubels die heeft ook geen impro-ervaring natuurlijk. Nee, wij zijn nog heel veel samen gaan spelen. Ja. Heel veel samen gaan spelen, ik met de Flippen en met de Nigel. Maar de Flippen die was plotseling gelanceerd van de slimste mensen was die vent vertrokken. Dat was echt zot. Wijs om te zien hoe vlug dat die kiel in één keer zijn carrière sky high. Dat was echt supercool. En Xander in dezelfde periode. En ik bleef zo wat verweest achter van. En hoe komt dat bij u? Want ja, Filip Geubels, dat is echt, die heeft exclusiviteitscontracten. Ja, maar toen nog niet. Dat televisieprogramma's nog, en zo. Dat was toen dat hij de slimste mens meedeed en dat hij dan plotseling een kans kreeg voor dat Man Liberation Front te doen. Hè. Ja. En dat, was ook met op Jan van Loveren. Ja, en dan met Jan van Loveren daar samen dan. En dan, ja, zo was hij op 1-2-3 vertrokken. En Xander ook eigenlijk. Maar Xander vooral op comedy vlak dan. Want uiteindelijk is Xander de winnaar van Humoscoop. Mensen denken altijd aan de greep, maar eigenlijk is dat een beetje het verhaal van The Voice. Hè. Of Idol, ja. Of Idol. Ja. Natalia was tweetes. Dat ging ik zeggen, Natalia was ook tweetes. Ja. Ja, dus dat is zo blijkbaar iedere keer. Maar nu, Xander heeft op dat vlak ook zijn carrière volledig verzilverd. Dus dat is cool, maar elk op zijn eigen manier. Maar ik bleef zo afgewezen achter, man. Overal wat wij spelen, het was dan de Lunatic Comedy Award in Leuven. Daar won ik de publieksprijs, was ik mijn tweede, de Geubels eerst, Xander derde. En zo deden wij zo'n paar. We waren altijd dezelfde mensen. Ja, we waren uiteindelijk ook maar mee. In die periode, zo, als comedy zijn een boom kreeg, dat was 2005, 2006. De PDW deed toen op Canvas die Comedy Casino Cup. Ja, er waren er maar een stuk of 15 door 2 edities te doen. We waren er eigenlijk maar in alles tezamen een man of 15 die in die finales zat. En dan nog een paar die dat goed deden. En dus er bleef er een man of 25, 30 over. Die plotseling in Vlaanderen voelde, hier is business. Dus, en zo waren wij allemaal plotseling heel snel vertrokken. Hè, maar ik zag ze van, fuck man, die gasten die waren onmiddellijk vertrokken. En ik bleef maar achter in van die mottige jeugdhuizen de zondagavond. En ik zag mijn collega's allemaal keikoele dingen doen. Dat fascineert. En toen was ik een beetje, ik dacht van, wat ga ik nu doen? En op dat moment, ik ga het nooit vergeten, had ik, het eerste idee was, ik kon zo een masker kopen op de Amerikaanse markt. Voor veel geld, 2000 euro, denk ik.
dat je echt blij aan een LP was. Gelijk de Benidorm Bastards-achtige maskers, net zo die skater. Ja, zo'n rubber. Tony Hawk heeft dat een keer geoefend. Tony Hawk, is dat die skater? Heeft dat zo'n keer gedaan en gaan skaten in een park als LP? Maar dat is zo'n masker, je ziet dat bijna niet. En ik wou zoals oude comedian de jonge gasten uitscheiden. Dat was mijn eerste businessplan. Je hebt dat masker gekocht? Nee, gelukkig heb ik mijn vrouw die soms zegt, schat, wil er alsjeblieft eerst nog een keer over nadenken. Ja, maar ja, die weet al, als je naar een winkel binnen gaat. Ja. Als ik op die site zit, heb ik toch zo'n masker moet kopen. Ook al zijn er allemaal van 6000. Ja, sorry, maar. Sorry, maar ja, schat, ja, ik zat al op die site. Ik kan het toch niet laten. Maar daarna had ik ook echt... Voor wat we dat gedaan? Ik heb een stukje laten ombouwen bij Peter Platel. Die gast had Wacko, kapsalons in Antwerpen. Ah, ja, ja. Maar die danste zo travestietenshows naast de Zillion. Had ze recht over de Zillion Tops of zoiets. Was daar zo'n evenement, een restaurant. Had. Ik ben er zelf niet geweest, maar ik hoorde daar gekke dingen over. En ik had een keer voor een of ander ding, met onze band toen, denk ik, mij bij hem een keer laten ombouwen tot vrouw. En eigenlijk was dat wel oké. Zag er goed uit. Als het donker genoeg is, zou ik eventueel in Brussel in de buurt van een station nog kunnen verkracht geweest zijn. Maar meer of dat was het ook niet. Maar ik vond het wel cool. Ik heb het gevoel dat ik mij wel graag in een vrouw verkleed of zo. Ik vind dat tof. Ja, ik ben jaloers van vrouwen. Echt? Ja. Oh, ik vind dat zo spijtig dat er voor ons niks is. Wat kunnen we nu doen? En nu begint dat allemaal wel. Als jij vandaag in een rok had gezeten, dan is dat 2022. Maar even goed in mijn hoofd. Hier in Antwerpen, maar ik geloof mij. En misschien moest ik dat misschien wel doen voor de lans te breken voor alle mensen die op een heel billig dorp wonen. Maar bij ons in zaal zaten gaat dat nog altijd raar zijn. Nu voel ik mij zo'n nauwe zak, best dat ik dat zeg. Waarom? Omdat inderdaad, je zou dat dan gewoon moeten doen. Maar ook... Mijn vrouw zegt vaak, bijvoorbeeld nylonkousjes, ik vind dat het lekkerste, dat voelt ik weet niet lekker. Ik vind dat ik weet niet lekker voelen om aan te raken, maar zelf ook te dragen, denk ik dan. En dan zei mijn vrouw, schat, als je dat graag draagt, doe dat dan aan, hè. Dat ik denk van, ja, dat wil ik wel een keer zien. En een dag dat ik dat aandoe, dan lacht hij zich kapot. Ja. Kijk, als ze zitten op het bed ligt, wacht op mij en ik kom in één keer van achter Noek, terrein. Hij overlast stond die gast in de krant, die Benny Klaas of zo, stond met vrouwen, lingerie van, Muriel Scheire. In de gazet, ja, sorry, het is nu niet dat ik er een stijve van kreeg, maar misschien is ook niet de bedoeling. Hè. Dus ik moet zien dat ik hier geen... En van nylonkousen hangt er wat vanaf. Je hebt zo die half uur scheenbeen gaan. Ja, nee. Maar of helemaal volledig, hè? Ja, nee, de goeie. Er zijn zo die vlieg goed voelen. Ik weet niet of ik kan uitleggen. Maar een vrouw die kan zich zo klaarmaken voor een avond. Weet wel, die heeft keus tussen een groot onderbroek en een klein onderbroek. En dat ziet er allemaal goed uit. En die kan nylons, jartel of geen jartel, nylons, streepje van achter, geen streepje van achter, stiletto's, geen stiletto's. Wat kunnen wij doen? Een jeansbroek of een kostuum? Ja. Onderbroek, ja, wij kunnen niks, hè. En de lippenstift, oh, dat schminken, die hoesjes een beetje in de kussens vervolgen. Als wij dat doen, dan worden wij gewoon uitgelachen. Dus ja, teleurgesteld was man. Ik vind het een raar gesprek over frieten. Ik vind het ook wel raar, want we zitten nu aan nylonkous. En nu kwam er zo plots iets in mijn gedachten op dat ik dacht, zou ik dat dus durven vragen of niet? Maar ik had niet, misschien durf ik het niet. En dan kun je toch skippen als het niet goed is. Het zo? Nee, je hebt zo in een podcast eens verteld van een parenclub, hè? Ja, dat jullie ja. graag naar een parenclub gingen. Ja. En ik moet bekennen, Joost, ik was zo een aantal maanden geleden, als ik naar u komen kijken, we waren naar Alex Agnew gaan kijken. Ja, die ronde die ton hier. En jij dit voorprogramma. Ja. En dan het eerste dat je toch zo in je hoofd hebt, dat is die man die naar de parenclub gaat. Ja, dat is mama, ja. Als je dat hebt gehoord, stel dat je nu zou zeggen van, ja, je draagt nylonkousen en mensen komen nu tegen, dan gaat hij zeggen, dat is die met zijn nylonkousen. Ja, waarschijnlijk, zo dat, hè. Die is er, dat zeker. Hij is een comedian die zegt een vrouwenclub. Maar jij vertelt wel alles, hè. Jij bent wel zo heel maar open. Ik vertel niet alles, maar ik vind sommige dingen belangrijk om te vertellen. Omdat er is daar zoveel taboe over, man. Ik vind dat, nogmaals, het is niet dat wij daar eigenlijk een mende seks mee hebben elke week naar de parenclubcross. Nee. Kijk, het is nu van vorige week zaterdag geleden. dat was om de twee keer in een jaar of zo, is dat ons weekend. En dat is echt voor ons. En dat is ook niet om daar met Jan en allemaal te gaan poepen. Nee. Wij vinden dat opwindend. Heel die naloop er naartoe. Een keer dat je gereserveerd hebt, begin dan een keer te pijzen. Oh, misschien een nieuw setje kopen, Wat gaan we dragen? We zijn bezig. Als niet, dan kun je toch ook iets doen? Jawel, dan draag ik inderdaad een Schotse rok. Echt? Ja. En dan is weer het heel gedoe wat draagt eronder. Weet je wel? Groene crocs. In een park. Maar, ik dacht van onderbroek of ja, zo. Ja, oh ja, of niet. Hè. Je mocht er doen wat je wil. Dat is het cool. Maar ik heb dat nu ondertussen echt waar. Ik ben 27 jaar met mijn vrouw. Ik kreeg de max. Ik kan mij niet verbeteren. Ik ben een super toffe madame.
Maar wij werken ook aan alles. Dus ook dat is een enorme evolutie geweest. Mijn vrouw, die leerde kennen, was er bijna eerst licht uit en dan Europees, maar bij manier van spreken. En dan was de sauna. En de sauna, dat was allemaal een beetje, ja, goh, ja. Dat is een grotere publieke sauna. Dat was uit die sauna die Matthias aan terug. Dus die was redelijk preuts op dat vlak. En ondertussen is dat niet meer. En gans dat ding is meegegroeid. En dat parkclubverhaal is een hele toevalligheid van iemand die bij ons werkte, die erover begon. En zij die zei... Ja, dat zou ik ook wel een keer willen zien. En ik viel bijna van mijn stoel. Dus dat zei ik. Dus dan, ik dacht, dit moet ik warm houden. Koesteren. Ja, en s'avonds in bed. Maar ja, de eerste was, daar is er over hem. Dat ik willen zien. En dan hebben we dat een keer gedaan. En dat was keiplezant. Want eigenlijk, met de goede afspraken vooral duidelijkheid. Want anders is het om zeep. Als je niet van de snoep kunt blijven, dan heb je gescheet. Nee, je moet wel het karakter hebben, ook als man. Als je er als koppel naartoe gaat met de afspraak. Mm-hmm. Voor mij kan alles, maar voor mijn vrouw niet. Dus voor mij mag dat een andere vent mijn vrouw poepen. Zou mij geen zak in het zeen. Omdat dat niks met liefde te maken heeft. Maar als zij zegt, nee, dan moet je ook zien dat je zelf niet gelijk waren, je handje thuis. Dus dat is wel... Maar het gaat er daar zo... Ik ging bijna het woord sereen gebruiken. Wat dat waarschijnlijk een verkeerd woord is, maar... Dat is echt zo cool. Dus dan, ik denk dat dat daar veilig is van een discotheek. Hè. Als je daar iemand benadert, hè, van hey, hallo, en die zeggen onmiddellijk van hey, sorry, we zijn hier met ons twee, dan komen die daar niet meer op terug. Hè. Nee, geen no needle spiking nee, of zo. Nee. Ah, dat is misschien iets nieuws voor daar. Dat kunnen we dan een keer introduceren. Maar. Dus vandaar dat ik dat soort... Kijk, ik heb nu een liesbreuk, dus ik moet geopereerd worden. En ik begin erover... Heb je dat daar opgelopen vorige week? Ja, dat is al vorige week. Van mijn vrouw te heffen. Ja, jong, dat was echt zo'n kruis met kettingen en... Goh, nee, dat is niet waar. Kunnen we misschien terug aan de frieten? Dat is wel ver van de frieten, zo. Ja, ver weg van de frieten. Maar dat was... Dus ik blijk een liesbreuk in, waarop dat ik begin over... Dat begon is met een prostaatonderzoek, omdat ik vond ik word 50, dus ik wil dat laten doen. Staat er een vent bij mij. Ja, ik zal dat eigenlijk ook een keer moeten doen. Ik zei, oud, zei ja, 53, ja, maar ik durf niet. Ik zei, gast, come on. What the fuck? Is iemand die een keer zijn vinger in je hol steekt, meer is dat niet, man. En je voelt daar... En dat wordt een gesprek. En ik denk, ik hoop dat ik die mens heb kunnen... In die parenclub. Nee. En waar was dat dan? Nee, dat is goed. Gewoon eens, waar dat was, dat weet ik niet, Petra. Ja, is dat zo belangrijk? Waar dat was? Ik zat even in die parenclub. Ik bleef in die parenclub zitten. Je zult zien natuurlijk in die parenclub zitten. Iedereen zit in die parenclub. De normale mensen zijn nu al terug weg. We zijn terug een vriendelijk gesprek op café. Maar jij zit nog altijd met het kruis in de kettingen. Hè? Dus het is jij die ziek bent. Jij moet geholpen worden. Nee, maar dingen hetzelfde. Steriliseren. Ja. Tegen wie was ik daar nu over bezig van de week? Over steriliseren. Ik vind dat ook belangrijk om dat te blijven benoemen. Ik ben gesteriliseerd van mijn 28. Dus op een feestje. En er staat een vent met mij, een geslaagde ondernemer, toffe gast, die eigenlijk al, dat is zijn eerste en enige vrouw. Ze hebben over 15 jaar samen, zijn enige sekspartner. Maar die heeft nu twee kinderen en die heeft zoiets van, het is goed geweest. En wij staan erover te babbelen en ik zeg, ja, wat is dan fucking probleem? Hoe voorkom je nu... van die kinderen. Ja, mijn vrouw heeft een spiraal. Ik zeg, yeah, sure baby. Ik zeg, je zou niet willen weten hoeveel spiraalkinderen er rondlopen. Ik zeg, dat is niet genoeg, dude. En ik zeg, is het nu niet goed geweest van uw vrouw al me vol te proppen met hormoon? Kunnen wij nu de verantwoordelijkheid nemen? Dat duurt 7 minuten. En die kerel is dat dus naar mij te kijken. Ik zeg, het is niet meer of dat, hè? Ik zeg, 7 minuten. En ja. En je ziet zo die vraagtekens boven die kop. Maar ja, is dat nog alles hetzelfde? Ik zeg, maar gast, wat meen je dat nu? Dus onze bassist van onze band ook, toen ik dat vertelde, gesteriliseerd, dan zei hij echt, maar leon, dan schiet jij nu met losse poerkes. Dat is het dialect voor losse flotters. Ik zeg, wacht een secondje. Dus jij denkt dat als je gesteriliseerd zit, dat iemand nu klaarkomt, dat zij zegt, dat er lucht uit zijn piet komt. En die geloofde echt dat je echt? Dus geen sperma meer aanmaakt. Dus, je hebt een microscoop nodig voor alle luisteraars thuis. Voor alle mannen nu, eenzaam, aan het luisteren naar een frietpodcast met mayonaise. Als je je zou willen laten steriliseren, er verandert niks. Dus je piemel blijft even groot of even klein. En er komt altijd sperma uit. Het smaakt een beetje anders, schijnt. Maar waarom is dat zo'n taboe bij mannen? Ja, omdat wij daar niet over babbelen. En daarom vind ik dat soort van shit. Ik ken nu ondertussen al 3 koppels naar die park weten gaan... Dankzij of... Komt die daar dan ook tegen? Je moet echt mee stoppen met te zeggen wat dat is. Want mijn vrouw gruwelt wel bij de gedachte dat we naar andere mensen... Want ondertussen zijn er al die gevraagd dat we willen samen gaan.
En daar zie zij niet van samengaan om dan daar te mengelen, maar gewoon om te introduceren. Om de auto te delen. Mijn vrouw zegt, nee, dat is een avond voor ons. Hij wil gewoon, het is ook in de restaurant, mensen tweetjes gaan eten, heel de shit. Allee, je moet dat dan opbouwen, een heel verhaal, morgen ontbijt, totaal, alles op en aan. Dus wij hebben geen goesting met andere mensen tegen. Dus mochten jullie ooit ons tegenkomen daar... Gebaar van niks. Want ja, mensen kennen u toch wel? Nou, niet veel, hè. Maar komen er dan mensen tegen die u kennen? Dat je daar staat in je Schotse rok en dan zeg je... Hé, Joost van Iften. Ja, de merde is wel... Ik ben zo wel een keer in Kortrijk geweest, ooit. En daar was... Ik stond er nog maar een kwartier. En ik had 3 weken ervoor in de stadsschouwburg van Kortrijk gestaan. En dan kwam ik zeggen... Ja, godverdomme, zeg hier, de moppentapper. Dus dat was heel vervelend. Dat was een heel hard ten afkomst. Die mensen heeft dat nooit beseft, maar dat was voor ons wel zoiets van... We gaan inpakken, hè. We gaan de reis. Dus ja. Nu, eigenlijk willen we daar niemand in tegenkomen. Nee. Dus we gaan ook maar verder. We zitten al in Amsterdam nu. Zo. Wie kent je Nederlands? Ja. Ja, dat was wel kak met die podcast van Alex. Ik had dat allemaal benoemd. En mijn gasten, dus mijn twee jongens, dus mijn twee kinderen van 25 en 27, die hun vriend, die had dus gewoon gepost naar hen zo of zo een bericht gestuurd van hey man, kan je power door de podcast van Alex? Ja, cool, haha. Dus die wisten totaal niet waarom dat die gasten dat cool of haha vonden. Dus die moesten dat dan natuurlijk... Die waren nieuwsgierig, dus die hebben beluisterd naar die podcast waar ik dan vertel dat ik met mijn vrouw en een maaklief geweest is. S'avonds aan tafel zei hey pa, jongen, fuck you, je gast. Kun je toch wel een keer zeggen dat jij... Zeg, wat had ik er kunnen doen? Zeggen, op voorhand. Mama en papa gaan op weekend. We gaan gaan swingen. Hey. Dat had hij niet willen weten. En dus dacht ik, dus ik kon die wedstrijd niet winnen. Ja, zwijg er dan over als ik naar podcast zit. Ja, sorry. Ja, kijk, we zijn weer bezig. Nee, iedereen, ik zou het iedereen aanbevelen. Maar niet als je een jaloerse vrouw hebt. Ja. Zeg, maar dat is hier eigenlijk wel de frietcast. Terug naar de friet. Ja, gelukkig ben jij hier om dat te bewaken. Hè, want, ik heb nog geen enkele vraag afgelezen die ik had in gedachten. Iets over de bakwijze? De bak. Ik was al dik aan de naam. De naam van een frituur. Ah. Jij bent veel onderweg. Ja. Lokt de naam u naar een frituur? Nee. Nee. Maar omgekeerd, wat dat, als het slechts heel slecht is, Wilfried en frietuurtje, daar heb ik het niet wel gehad mee gehad. Er zijn wel, ik heb het verteld, er zijn wel een leuke frietnamen. Hè? Er zijn een paar leuke koden. Als je dat surft, een paar dagen denk van, ah, geest. En schrijf je die dan op? Nee, maar ik had het nu voor een joke wel, omdat ik had een mop over Café Containerpark. En het viel me op dan heel veel cafés, stomme namen. Café bij DJ Patrick of Café de Sportvriend. Maar bij frituren zijn er een paar. En die hebben dan wel kans dat ik morgen moet kiezen tussen twee frituren. Mm-hmm. En de ene is leeg, maar daar staat boven basic friet, bijvoorbeeld. En de rechterkant staat frituurtje en die staat vol. Zou ik toch naar de basic friet gaan, denk ik. Op basis van de naam. En de basic friet, dat bestaat echt. Ja, Hakuna Patata bestaat ook. De Louis Friton, vond ik een hele goeie. En Hansje en Frietje, vond ik wel een goeie. En zeker als die gast dat Hans noemt. Dat zijn goede namen. Dus, maar niet de naam, nee. Maar vraag mij alleen af. Of dat ik zou smaken als die dat in andere vet doen. Want thuis bak ik in ossenvet. Ah, echt? Ja. Ja, vind ik het altijd. Dat doen niet veel mensen niet meer. Nee, dat ook wel best wel duur is. Alhoewel, een afvraag met oorlog en zo. Ah, dat zou eens moeten checken. Er was een heel gedoe over de zonnebloem. Olie, ja. Dat is een probleem. Dus, en dat is blijkbaar dan toch wat dat heel de frituur gebruikt. Ja. Want ik weet niet wat aan frituur gebruikt. Dat weet ik eigenlijk niet. Want ossenvet is dan... Maar nu wordt het echt wel heel, heel technisch, hè? Ja, maar het is mijn manier voor de vegetariërs te kloten, hè. Geef je dan frit, denk je dat in ossenvet, hè. Dat weet hij dan niet, hè. Nee. En dan zei hij, amai, kaasroketje, ja, ik zal je kaasroketje bakken. Dan, hè, als vegetariër, respect, het is niet waar. Nee, maar ossenvet, wij bakten er vroeger ook bij ons thuis altijd mee. Ja, lekker, hè. Ja. Ja. Wat vind jij beste, frieten van thuis of frieten van de frituur? Frieten van thuis. Allee. Ja. Oeh, we verschillen weer van mening. Ja, dat is niet erg. Frieten van thuis, omdat ik gewoon de arrogantie van... daar toch nog meer lief in steken. Ja, maar je bent een kok. Ze zijn, maar ja, dat kan iedereen, maar het is gewoon een kwestie van... je moet een paar dingen respecteren, je moet maken dat... Ten eerste, vind ik, als je frieten door zo'n ding stampt... dan zijn dat heel, heel veel dezelfde frieten. Terwijl ik dat super cool vind, dat je zo... had ze de dikke en de... Dus die overschotjes die je handgesneden doet... Ik snij natuurlijk ook niet mijn frieten gelijk of dat een huisvrouw die snijdt. Hoe snijden die dan? Mijn moeder die pakt daar een patat vast en mijn aardappelmesje, mijn molenmesje, snijd die zoiets in schelkjes en dan terug die schelkjes. Maar ik snij echt lekker dan een kok ook Je kunt dat zo rap. Ja, ik kan echt een wortel snijden. En ik doe dat ook met mijn frieten. Maar wat dat zorgt ervoor dat je heel... Ik zorg er dan voor dat dat best wel verschillende vormen is. Vormen, allemaal die langwerpige dingetjes. Mm-hmm. Maar die dikte is verschillend. Dat vind ik super plezant. Want soms doe ik een dikke waarvan je denkt van, die mocht wel wat meer gebakken zijn. Maar ook zo'n kroetje dat je denkt van, dat is tart, maar dat is wel lekker. En daarom, dat is de frituur niet. Mm-hmm.
En we dan zo niemand mee afkomen en die fucking puntzakken, hè, maat. Ah, ik ook niet. Dat vind ik verschrikkelijk. Ja. Dat snap ik niet goed, man. Dat je dan met mayonaise dan in enkels loopt. Enkels. Elleboog. Enkels dan in hele enkels rare vrienden. Hele rare vrienden niet, dat is dan in enkels hangen, hè, maat. Dat is na een nacht Gentse feesten als je ja. Dat zo over... over de kasseien kruipt. Nee, dat vind ik raar, die puntzakken. Ik vind dat super charmant vinden, maar ja, oké, charmant. Maar... Ik snap daar het nut niet van, want als je daar saus op doet, dan ja. De saus gaat nooit tot beneden. Helemaal akkoord. Dat is gewoon vuiligheid. Ja. Dus, ja. En dus daarom zeg ik, en ik was even aan het uitleggen over de snijwijze is één, maar dan de bakwijze, moet je eigenlijk zorgen dat je, als je ze wil pocheren, net voordat je ze spoelt, moet je ze eigenlijk spoelen in een beetje lauw water, waardoor dat zetmeel meepakt. Dan krijg je echt goede frieten. Lauw water. Ja, een beetje lauw water. Dat is het geheim. En dan, dat weet ik niet, maar ik doe dat zo en ik vind die super lekker. En dan pocheren en 150, 160 zo. En dan bakken dat ze zingen. En dan is dat... Zingen. Ja, ze zingen, hè. Frieten ja. Zingen, hè. Dan moet je luisteren naar frieten, hè. Als frieten zingen, dan is het klaar. Dat vind ik. Dat vind ik dat. En dan ook daar ben ik weer streng voor mezelf. Ook daar. Ik heb zo een geheime vorm van zenuwachtigheid. Ik ben nooit zenuwachtig op een podium voor 1000 man. I don't give a shit. Maar als ik nu zeg van ik ga frieten... Bij ons thuis valt me ook wel op als er vrienden komen en zo. De frituur staat buiten onder de gluifel. En dan ben ik blijkbaar toch op een of andere gekke manier de lul die naar buiten moet achter die frieten. Maar dat is omdat die bij jou op bezoek komen. Ja, mijn vrouw kan ook naar buiten, hè. Maar ja. Ik moet dat dan blijkbaar doen. Maar dat is niet erg, want nu worden we op een heel gevaarlijk parcours, waar ik mij vandaag niet ga begeven. Ik heb die parclip al vernoemd, het is goed geweest. maar nee, maar het is toch waar. Kijk, hè, dat emancipatie je doet, dat is allemaal goed, hè. Maar wie moet er gaan tanken in de vuilbak buiten zijn? Ik, hè. Voilà, ik heb het gezegd, hè. Dat is eigenlijk een psycholoog. Ja, het is meer op de sofa, maar eigenlijk moet je me daar leggen. Ja, in de zetel. Als je wilt, er staat hier een soort van heel fluffy, mooie zetel. Je kunt er ook in slapen, dat is ook een zetel. Dat weet ik niet. Ja, maar als het laat wordt, mag je hier ook blijven slapen. Ja, het ziet eruit alsof het goed is om eraan te komen. Ja. Eigenlijk. Net als dat schilderij beneden, trouwens. Maar goed, dat is voor de luisteraar nu niet interessant. Ah ja, dat is ook gemaakt van, hoe heet dat? Frietvet? Velvet. Ja. Stof. Ja. Kijk, voilà. Maar heel speciaal. Ja. Ik denk dat iedereen er wel aankomt. Ja. Maar we waren dus bij... Bij je vrouw en jij moest frieten buiten bakken. Ja, dus ik maak om die frieten. Maar als ik zie, dan bijvoorbeeld... Ik weet bijvoorbeeld dat mijn vrouw heel graag haar sla al mengt op haar bord voordat er iets op ligt. Hè? Want als het overij of vol of aanbod ligt in de weg, dus die maakt haar eigen slaatje. En dat geldt voor vele andere mensen ook. Maar als ik zie dat dan moet gebeuren, en die wij zijn 27 jaar samen, en die kijkt naar mij als zijnde, zouden hij niet om die frieten gaan? Die spreekt eruit, maar ik voel dat al, ik wil om frieten gaan. Maar ik wacht daar dan zo lang mogelijk mee, want als ik terug ben, voordat iedereen daarmee klaar is, dan liggen die frieten al slap te worden. Dus wij in het restaurant ooit geprobeerd van echte verse frieten te serveren, lees zelf pocheren, zelf afbakken. De kloterij is dat als je een restaurant van 80 couverts en mensen krijgen 4 borden. En die mensen die voor u werken, die brengen dan eerst 4 borden. En dan 4 slaatjes en dan pot mayonaise. En dan vragen die mensen nog wat drinken. Tegen dat vastleven die frieten daar zijn. Heb je eigenlijk al kans dat die in de keuken onder zo'n lamp blijven staan. En dat eigenlijk al... Niet meer zo goed is. Dat komt slappendrijs is. Ja, dat denk ik niet graag. Dus, ja, nu klink ik een andere fietsnop hier, zeg maar. Nee, maar dat is toch maar, interessant. Over frieten kunnen echt zoveel vertellen. Ik wist het zelf niet, maar... Dat is de hoop voor u. Ik heb een podcast gemaakt van 100 slaafleveringen. Dat ik dat op de duur echt niet meer zie zitten. Ah, oh, fuck, weer vrienden. Kroketten. Nu is het tijd voor kroketten. Nee. Maar wat ik eigenlijk wel ondervonden heb, dat ik, als ik dan in nood ben, zeg maar, geen tijd gevonden heb om verse frieten te snijden, mm-hmm. omdat er vrienden plotseling verschijnen, maar dat vinden wij wel heel plezant. Bijvoorbeeld, vorig weekend... belt Steve Maillieu, een collega, een comedian, die zegt, ik ben met de mountainbike met vrienden in de buurt. Kunnen wij ons kabinet bij u zetten en dan van daaruit vertrekt? Ja, kijk, een fietsmap liggen, dat is ideaal, je kunt vertrekken van u. En je voelt dat, die worden zo 3 jongens op een weekendje. Maar hij is dan, ja, Maillieu zegt, een eetjanet, die kan niks verdragen. Die vindt dus gluten niet, en eiers niet, en kippen niet, en wortelen niet. En, dus dat was zo van, shit, ja, wat gaan we dan met mijn vrouw zeggen? Kan je dan wat pizza's in die vries zitten? Oh, zegt ze, ik kan nog stoverij zitten. We zullen dat doen met een frietje bij. En dat vinden wij super cool dat je dan toch erin slaagt van op P2-3, als daar plotseling, voor veel mensen, dat volgens mij de hel, dat plotseling 3 mensen verschijnen op je oprit en dat je daar ook onmiddellijk eten van hebt. Voor ons was dat even gemakkelijk, dat is spontaan. Ik kan zo die ijskast open trekken en denk, wacht, wat staat hier nu? Ah, er staat hier yoghurt, er staat hier die en dat. En dat je denkt van, oh, maar kijk, ik kan hier al 4 hapjes. Maar dat vind ik heel plezant, dat kunnen wij goed. Plotseling met brol toch iets aan de mensen geven dat je niet moet verschamen. Mm-hmm. We zijn nu blijkbaar wel de scheidraad van die stoverij, maar dat zal niet aan mij zijn.
Of van uw frieten. Het zal van die frieten, het is oud vet. Maar wat ik aan het vertellen? Ja, dat wel belangrijk vind, dat zo rap mogelijk geserveerd wordt op het moment dat je ze nodig hebt. En uw vrouw, heeft zij ook een koksopleiding eigenlijk? Ja, per ongeluk. Door u? Wacht even, want ik was even van nak om tak. Ik wou eigenlijk aangeven dat als die vrienden komen, dat we geen vers gesneden frieten. En ik kon het ondervonden dat... Ja, zo moet ik dat verhaal afmaken. Hè. Ja, anders, sorry, excuseer. Anders krijg ik een autistisch trekje. Ik heb wel ondervonden dat, als ik mag kiezen tussen diepvriesfrieten of zo de frieten die je veel ziet bij frituren leest, dat zijn zakken, vacuumgetrokken, geprepareerde frieten, waar dat ze dan een poeder over doen, omdat anders die zouden uitslaan, die zou allemaal zwart worden. Maar doen er een poeder. Wordt dat rap zwart eigenlijk, als je dat niet doet? Ja, rap. Niet gelijk zelder, maar toch vrij snel dat lucht krijgt, want dat is zwart. Dus daardoor doen ze er een soort van poeder op en trekken ze dat vacuüm. En dat zorgt ervoor dat die frietsel aan de buitenkant, dat is gelijk die patatten die je zo kunt kopen. Daar zit zo gelijk een valk rond. En dat vind ik niet zo lekker. Dus ik ga liever diepvriesfrieten dan van Lutosa. Misschien kan ik wel een sponsorcontractje krijgen, recht over mijn deur. Ja, het is dat voor die geur. Ja, dat is het minste. Ja, het is dat. Maar jij vroeg dat mijn vrouw kok was op opleiding. Dat is per ongeluk gebeurd. Ik heb mijn vrouw, dat is een heel maf verhaal. Hè. Ik werkte vroeger in de Colmar, for crying out. Dat is die stondcode, maar dat je buffetten kunt eten. Dat bestaat nog altijd. Ja, helaas wel. Hè. Dat wil maar niet failliet gaan. Ik begrijp is dat daar een markt voor is? Maar ik heb dat een paar moment gedaan. Ik was die sterrenzaken bui. Ik heb een paar sterrenzaken gewerkt voor mijn stages en zo. En ik had zoiets van, ik wil niet voor dikke nekken koken. Ik wil dat niet. Joost. Ja, dat zat vol met not my crowd, weet je wel. Dat zat vol met mensen die snobby shit. Nee, dat was helemaal mijn volk. Dus ik had waarom zou ik er eten van maken? Mijn liefde, kan ik nu eten maken? Mijn liefde. Eten is toch iets dat je maakt met liefde, vrienden. Dus waarom zou dat dan... Maar die komen toch... mensen die in een sterrenrestaurant zitten, hebben daar misschien ook super lang voor gespaard of zo? Ja, nu zit ik heel modern aan het denken. Hè. Ja, ik doe dat. Voor sparen of ja, zo. Ja, dat is waar. Eigenlijk is dat waar. Voor sommigen... Dit is misschien wel heel kort door de bocht wat ik zeg, want inderdaad... Ik snap wel wat je bedoelt. Er zijn evenveel mensen die... Je hebt er wel een punt. Er zijn evenveel mensen die er heel hard naar uitkijken voor één keer in een jaar of whatever te sparen. En dan zeggen, wij gaan die sterrenzaken gaan. Dat is waar. Maar die zijn percentueel gezien toch maar 10% van het cliëntel. En zie je dat verschil ook? Ja, tuurlijk. Ik vind dat super cool. Trouwens, dat vind ik super cool als... Als die meiter of die kelner daar dan professioneel genoeg is om een onderscheid te maken. Ik zal u een klein verhaal vertellen. Ja. Ik met een tweede show, denk ik, noemde gastroseksueel. Of hoe kook ik een vrouw in bed? Dat was zo de ondertitel. En daar wou ik eigenlijk leren aan mensen dat je met hele simpele shit eigenlijk... Je kunt een vrouw een croque monsieur geven of je kunt er rondjes van maken en een bloem kunnen opleggen. En dan wordt het toch een soort van bord. En ik dacht, voor die show, de intro, zou het wel cool zijn, moest... Peter Hoosjes dat inspreken. Goedenavond, Annelien. De show vanavond. Applaus voor Joost van Liefde. Dat was mijn idee, want dat was toen de televisie. Die kwam overal met zijn... Sergio Herman was nog niet hard in de picture. Was vooral overal zat niet... Ja, hij was eigenlijk echt een eerste bekende kok. Zo. Ja, ja. Dus zat overal in. En dus ik daar naartoe, man. Tof van kleven, gaan eten. In de hoop dat ik die mensen op die avond kon overtuigen van dat voor mij te doen. En ten eerste, dat is een tettezot, maat. Dat is niet normaal. Die vent is achter de eten komen vragen wat allemaal in orde was. En mijn vrouw zou rockabilly liet staan. Die net niet in haar decolleté gekwijld. Want die heeft echt heel veel tijd naar mijn vrouw haar tettes staan kijken. Echt. Die heeft mijn gezicht niet gezien. Dat is echt niet normaal. Die stond wat te luisteren. Want ik uiteindelijk op dezelfde hotelschool gezeten met hem. Dus ik had zoiets van, ik dacht, dat is mijn eerste connectie. Ja, meneer, het was lekker. Ja, dankjewel. Heb ik ook op de hotelschool gezeten. Ik doe nu comedy. Ik dacht van, nee. Geen tijd, jong. Mijn vrouw en allemaal die tetten. En dat is dus niks geworden. Dat was ook voor de MeToo. Ja, no, dat was nog... dat is nog niet zo modern. Dat is nog niet zo lang. Toen mocht dat nog. Mocht er nog aankomen, denk ik. maar dus die... Dat is niet gelukt, dat verhaal. Dus je hebt daar gegeten en hij heeft niet kunnen vragen? Jawel, ik heb het wel kunnen vragen. Hij heeft ook gezegd, je moet me maar een mailje sturen. Ik heb dat mailje ook gestuurd, maar er is niks van op teruggekomen. Maar wat ik wou zeggen is, dat was wel super funny. We zitten daar dus steeds misschien twee. En hij komt er binnen, een drie sterrenzaak. Dus wat dat ze brengen is al sowieso een soort van tabouretje voor de chakos van een vrouw. Dus dat is een soort van stoelje dat je vrouw als chakos. Dat ze niet helemaal moet buigen. Raar van hem, want als ze er buigt, die tetten. Dus het is stom van hem om dat te doen. Maar stomme Peter Goossens. Maar dus hij krijgt het tabouretje voor de chakos op te zetten. En dan komen ze af met, een aantal broodjes. Nee, met verschillende watersoorten. Laten we kiezen voor een beetje water. Mm-hmm. En dan een bordje met olijfolie, boter en smout. Zo dat.
heel een bazaar. En op dat moment valt mij een vraag en zeg ik, oei ja, pardon, ik zal beter mijn telefoon afzetten. En dat meisje die dat moet doen, was waarschijnlijk een meisje in opleiding. Zo, en die zegt, ah ja meneer, we kunnen natuurlijk ook uw telefoon aannemen. Want dat vinden ze leuk, dat jij geeft je telefoon aan iemand en dan ligt hij aan de receptie en dan belt hij naar Joost van Heeft en dan zegt die mevrouw, meneer van Heeft, ik kan niet aan de toestand niet komen, want die is aan het dineren in het Van Kleven. Reclame beetje, eigenlijk. Reclame of snobbies om te doen, hij is aan het eten tof Van Kleven. Terwijl ik denk, van, ik ben aan het eten tof Van Kleven, dus iedereen moet me rust laten. Dus dat was zo. Ja. En ik zeg het ook zo tegen dat meisje, zoals ik het nu zeg. Mm-hmm. En een beetje later komt hij terug, en welk water meneer, en welk brood meneer, en dan zie ik een meneer, waarop ik zeg maar Joost. Tegen dat meisje. En dat meisje zegt, sorry meneer, maar zo indiscreet mogen we niet zijn. Ik zeg, je hebt juist voorgesteld ze mijn telefoon op te pakken. Ze moet toch te doen zijn dat je het dan mijn voornaam zegt. En die kon dat niet plaatsen. Dat was ook lullig van mij als oude zak voor dat tegen zo'n jong meisje in opleiding die daar wel voor een soort van tweesprong te stellen. Mijn vrouw zei, stop dat nu mee man, laat dat meisje gerust. Maar dat was supercool, want achter mij zat echt een snop, maar echt zo'n... Ik ken die mensen niet, maar het zat er echt een rukker, een wanker met een dikke auto. En die zit achter mij met zijn indruk te maken op zijn lief, denk ik. Nu ben ik heel hard in perceptie bezig. Maar die kerel was daar, die sommelier, die heeft nu zijn eigen restaurant ergens in Machelen of zo. Enfin, toen was dat een van de betere sommelier van België. En die is daar bezig over die wijn, dus die is dan met die klant bezig. Maar die moet dat toch gehoord hebben. Dit gesprek tussen mij en meisje dan. Ja. Dus dat vind ik supercool, want toen kwam hij bij ons. En dan zegt hij zich dat uitgiet. En dit is een meisje die heel pas bij u voorgelegd. En op het einde giet hij dat glas bij mij vol van, laat u smaken, Joost. Oh. En dat vond ik cool, want dat is een kelner die perfect inspeelt weet, op de tafel. Ja, die weet, die gast, ik had ook dit aan waarschijnlijk, zo'n salopet. Jij hebt u daar niet op gekleed of zo? Fuck dat, nee. Dus ik had dit aan en een klak op mijn hoofd. En ik denk altijd als je portefeuille met moet overal komen. Dus die mens zag onmiddellijk, die heel Billy, die moet ik zo behandelen. En daar die snop, die wil eigenlijk verlangen dat ik zoveel mogelijk plem in zijn hol steek en dat hij indruk kan maken. Dus dat vind ik cool, als je dat kunt. Maar als je dat hebt voor een restaurant, dan zijn er misschien ook al die sterren waard. Als je dat aanvoelt, ja, hoe mensen... Wel, dat weet ik niet. Of dat... In de Jane is dat ook. Ja, maar ja, dat is op dat vlak allemaal veel veranderd. Want ja. Ik weet nog, als wij in Kokzijde aankwamen en gaat tattoos, dan waren we al verdoemd voor de hele leven. En je moet de tattoos hebben, of komt de keuken niet? Je moet volgens mij een sleeve of komt de keuken niet binnen. Maar dat was vroeger, zijn ze in Kokzijde. Ja, nee, tattoos, dat is in onze oh, dat gaat niet. En jij hebt wel tattoos, hè? Ja, maar achter de Kokzijde, hè. Ja, toen we woonden ook nog thuis. Thuis was er geen sprake van. Maar nu, ja. Maar, nu zie je het overal. Restaurants, sterrenzaken, mensen mee. In de kelders ook. Ja, die hebben dat allemaal. Dus nu is dat probleem opgelost. Hè. Maar toen was dat de allemaal... menu kun je lezen. Dat was een voor de QR-codes. Meneer gaat de wijnkaart. Ja, een bloed bovenlijf. Voilà. Dat is de Chateau Neuf du Pape, daar rechts. In de hoek, boven mijn schouderspier. Kijk maar. Het zou een cool concept zijn. Hoe noemt dat? De prison break? Of, ja, maar misschien mijn QR-code. Kun je dat wel... Dan is dat elke keer een nieuwe... Scan onze kelder. Nieuwe minuutje erop. Nieuwe minuutje erop. Ik weet niet. Ja. Maar hoe zijn wij hier nu weer terechtgekomen? Ja, we zijn begonnen met frituren. We zijn nu aan het Hof van Kleven, dus we hebben onszelf een beetje opgewerkt. We hebben daar zelfs frieten gehad. Ah, en? Bij de voorrechtjes krijg je dan zo'n soort van amuse-gueuleken. Een stuk of 5 kleine attente bordjes, zoals appetizer. En daar was een heel klein kommetje stoverij met zo'n hele fijne frietjes op. Met een klein toefje mayonaise. Dat was wel zo'n ballonnetje mayonaise natuurlijk. Maar dat was super cool. Het was trouwens super lekker, hè. Het Hof van Kleven was echt super lekker. En Het Hof van Kleven geweest. Heeft ervoor gezorgd dat ik een dag daarna een fiets gekocht heb. Hoe dat? Wel, ik had al lang hoesting kennen. Achille, dat is een Belgisch fietsmerk. Mooie fiets, hè. Dus van die retrozadels en zo. En ik wou dat al lang. Ik wou dat echt al lang. Maar ja, dat bleef toch €800. Dan geef je €800 voor een fiets. Ja, het is te zien welke opties dat je ja, daar ja, pakt. Ja, maar in mijn geval was dat €780 of €800 voor die fiets. En ik had dat toch al een keer al uitgesteld. Van, ja, het blijft toch wel. Ik ben geen echte fietser. Ik wou dat toch vooral aan mijn muur staan. Elke nu, hier zou dat passen. Ja, hier zou dat passen, ja. Die grote witte muur, die fiets. Met zijn mond op van voren. Ik dacht, oh, ik wil dat. En die is ik uitgesteld. En we zijn alleen tot van Kleven. We hebben er niet zot gedaan. De menu gepakt. En ik denk, ja, een aangepaste wijn. Een aperitiefje, maar voor de rest geen zottigheden. En wij waren €760 kwijt. En ik zat een dag eraan te kakken. En ik dacht van, nu zit ik hier gewoon dat uit te scheiden dat ik gisteren gegeten heb. En dat heeft mij, ik heb zonder nadenken, met de glimlach die €760 betaald. Ik zit nu al een jaar te twijfelen over die fiets. En dan heb ik die fiets gekocht. Ja, maar dat is vaak met dingen die zo niet in proportie zijn. Nee, jawel, dat is maf, hè. Ja. Ja, toen heb ik beslist van, ik wil die fiets. Ja. Ja.
Ja, dus, en, ja, bij mij is dat ook mijn zo, hè, die investering voor podcasting. Ja. Ja, zou ik dat nu doen? Want ja, dat is wel wat geld en dat levert eigenlijk niks op. Dan hebben we dat nu geshoept. Nu heb ik het gehuurd. Ja, het broadcaster bij die. Ja, ik heb het geleend. Geleend. Goed, om te zien of er potentieel in zit. Al met ons belastinggeld. Zou de modale Vlaming zijn. Lullen over parenclubs. Oh. De riffels zouden je weten bij je werk. Deze moet ik dan misschien uitknippen. Had... Kunnen dat met een machine in een tune overzetten? Kunt ze dan? Dan is het geen lachen. Heb je het gevoel dat frieten mensen verbindt met elkaar? Eigenlijk niet. Als je zo staat te wachten, ik doe wel vaak een babbelke. Ja? Ja. Ik vind dat niet eigenlijk. Ik vind, ten eerste zie je veel eenzame frietneders. Dat zijn dan volgens mij ja, mensen die juist uit een scheiding komen of zo. Of mensen die van door werk komen en thuis geen fret krijgen. Ik weet niet. Dat is toch waar? Je gaat toch heel vaak samen op restaurant, maar het is toch altijd één die om frieten gaat? Dus dat dan niet met tweeën achter frieten? Ja, maar je weet altijd aan een bestelling wel dat iemand niet alleen is. Hè? Of ja, okay, wel alleen maar, is. Maar doe je dan... Dus het is dan bijna nu en dan zo... Hallo, goeiedag, jong. Allee, wat ga jij kiezen? Was dat dan die fucking vitrine te kijken? Waarom ligt dat daar ook? Wat? Dat vraag ik me niet af. Wat is dat? Wat is dat concept? Waarom? Dat je kunt kiezen, dat is zoals een viskraam. Ja, we gaan kennen. Onderste rij, bovenste rij. Ja, dat zou nog cool zijn. Dat er zo'n prijskategorie in ligt. Ja. Tenminste, nee, ik vind dat raar. Er hangt dus altijd zo'n... Ook altijd zo smakeloos, hè. Ja, die borden, je kunt dat ook bijna niet lezen. Ik zei, ik was sorry dat ik het zeg, voor de Sjesje Heiman, ik was die heel hard voor, want ik had altijd gezegd tegen mijn vrouw, dus een bepaald moment, toen al was we het restaurant, we zijn het restaurant gestopt in 2008. Mm-hmm. En toen was al een probleem van mensen vinden, dat is nu helemaal de hel. Voor iedere ondernemer die horecazaak heeft, die vindt echt geen hond van de mens die nog wil komen werken de zaterdagavond. Maar in mijn tijd was dat al een beetje problematisch. En dat wil zeggen, dat heeft mij ook vooral doen beslissen om daarmee te stoppen. Want dus iedere zaterdag dat je je gsm zag gaan, je wist al van god... Je belde iemand af. Want ze belden voor het reserveren op de vaste lijn van het restaurant. Maar als die gsm ging, dan wist hij dat is weer... Hallo, ja, ik ga Joost, ik ga er niet raken vandaag. Dan duurde ik werd met 15 van die snotneuzen in je restaurant. En dat waren allemaal toffe huisjes, maar dat was plots tegen werk. Daar kwam er geen in. Wordt allemaal weg. Ja, maar jongens, maar wacht, maar met een business moet ik wel blijven dragen. Ja, maar ja, sorry, het is werk, of het is pukkelpop, of het is lowlands, het is wel altijd iets. En ik snap dat ook wel, maar ja, natuurlijk moet het engagement een beetje langs weerskanten komen. En dat was er om duurde meer. Maar, is dat ook een van de redenen dat je gestopt bent? Ja, voor mij wel. Ja. Ja, eigenlijk de grootste reden was op een bepaald moment... Ik heb zelf ooit eens als extra mijn schort over mijn baas zijn hoofd gesmeten. Omdat hij mij aan plein publiek uitscheet eigenlijk. Aan een tafel van 15 man. Ik heb ooit dingen gezien. Mrs. Doubtfire. Mm-hmm. In het begin is dat... Ja, is ook een vrouw met een man met nylonkousen. Ja, dat is eigenlijk waar. Minder sexy wel, maar ja. Maar die moest zoiets inspreken over een kanarievogel die roken of zo. En, well, en op het einde had hij weg van iemand en zei... Well, like Porky Pig used to say, piss off, Lou. En dan had hij weg. En ik maakte mij kwaad. Die vent begon me uitscheiden aan die tafel. En dan zei ik van... Ga mij hier aan het publiek een beetje het scheiden zetten voor die mensen hier? Je denkt nu toch niet? Want ik ben nog nooit bang geweest van het publiek. Dus ja, is van, je denkt nu toch echt niet dat ik daar in ben. En, ik heb mijn klutterkastje gast. Ik kan mijn klutterkastje tegen die mensen bij betrekken eigenlijk. Van. En je moet morgen niet blijten en mij niet bellen, want ik kom niet terug. Je gaat gewoon, dat doet er niet wat dat ga je doen. Dat doet niet. I'm out, Lou. Like Porky Pig is zei, piss off, Lou. En ik vind mijn schort dat ik was queen trots op mijn eigen. Ik was daar buiten. En ik heb altijd gezegd tegen mijn vrouw, de dag dat ik op dat punt zou zijn, dan moet je mij wakker maken. Dan is het echt tijd om te stoppen. En ik ben dat punt geraakt. Ik heb op een bepaald moment echt achter mijn toek, man, ik sta uitscheiden, waar dat ook een tafel van 6 man dat kon horen. En voor mij was dat s'avonds, ik was aan mijn bed, ik was echt niet goed van. Van uzelf? Van mijn eigen, ja. Want dan weet je dat het vat vol is. Dat was echt vol. Ik was zo beu, ik op af van afhankelijk te zijn van al die mensen. Want je zei altijd zo fucking ambitieus. Dat is zo fout aan ons. Wij waren zo, eigenlijk onze eerste zaak, zeg ik, 40 stoeletjes. We kunnen schoenen doen draaien met 2 en dan komt een keer iemand helpen. En oké, okay, dat gaat allemaal goed. En als die niet komt, ja, dan laat hem blijft een boel staan. En dan doet het 's morgens toch hun opkuis. Dat gaat allemaal nog. Maar onze laatste zaak hadden wij soms de zaterdagavond 200 couverts. Als het dan die afwasser er niet is, dan had je gescheten. En dan moest je, als je dan al die vraag aan iemand die gewoon was van mijn baard doen, van zou je eigenlijk een uur knapen afwassen, dan sta je er niet zo'n muil. Nee, voor ben ik hier niet, ik kom op een barman zijn. Ik was een beuf, ik ga je pap, man. Maar dat is ook omdat die mensen hun eigen ding niet is. Tuurlijk, ja, ik neem hen dan niet kwalijk.
Ja. Dus voor mij was dat gewoon een wake-up call. Ik neem dat zeker niet kwalijk, maar voor mij was dat de reden om... We zijn zo stoem geweest van ambitieus te zijn eigenlijk. Want allee, wij zaten zo de dinsdag dan in de sauna en wij vroegen ons eigenlijk af van waar zijn wij nu mee bezig? Want wij worden allemaal groter en meer en nog. En ieder kamerken die er was, werd dan toch ingericht voor een restaurant bakt hem zelf. En dan komen daar weer 20 mensen met wokpan zelf er een shit doen en daar nog een afzuiging. En dan komen daar nog 6 mensen zitten. Terwijl ik dacht, why? Want uiteindelijk, je omzet, iedere keer dat je zoveel mensen bijzet, moet je dan weer zoveel kelders bij. En dat was zo stoem of iets. Dus het verschil was te verwaarlozen. Ik neem die mensen dan niet kwalijk. Ja. Wij zijn zo stoem geweest van iedere keer groter en groter en groter. En waren wij niet gelukkiger. En tegen dat had gewoon veel meer verantwoordelijkheden. En veel meer shit rond je kop van iedereen die... Oh man, we hebben met mensen opgevangen. Leercontracten waar dan politieagenten komen ophalen van ja, we moeten ze plaatsen, want ze is buitengevlogen thuis. En, ja, maar ja. Maak ik dat dan... Word ik daar dan voogd van als ik zijn huis pak? Dat. Nu, we zijn al blij dat er weer een plek vrij is voor een andere. En dan wijken er een keer achter een bedje op de zolder. Ik ga dat nooit vergeten. Dat was nog een schoonmeekje ook. Een jaar of 17. Ah, rock and roll. Een strijd van een leven. Zo, op een leeftijd. Ik heb op zolder daar wat vezelplaten gezet. De gordijn daarvoor. En dan een bedje wist naar een IKEA. En wij zijn samen in ons bed. En mijn vrouw zegt, wij zijn toch zot, hè, maat. Stel je voor dat dat meisje nu zegt dat jij daarmee fikken niet kunt afblijven, maat. Dat kun je wel zijn leven niet uitleggen. Dan kun je nog geen ene uitleggen. Maar, ja, maar ik heb dat wel gedaan. Het goed gaat. En die werkt ook nog bij u. Ja, dat krijg je nooit. Ik was eigenlijk een part de poa van la lettre. Dus, nee, je krijgt dat niet verkocht, maat. Dat deden wij allemaal. Wij pakken ook die miserie van die gasten mee. Dan denk ik van, oh, we zijn bezig. En wat doet dat dan als... Allee, voor u als koppel, allee, voor u en uw vrouw als koppel, is dat toch... Je werkt, je hebt die zaak, ja. Je moet personeel hebben, je hebt kinderen. Ja. Goh, kinderen, ja, zwijgt, maat. Nee, maar dat is toch zot. Hey, als je, ja, hoe doe je dat dan? Ik was er tegen iemand over bezig. Van, er was nu weer iemand, goh, ik weet niet hoe lang dat die... Dat was een trottel. Er was iemand aan het zeiken geweest over... Ja, ze had een bepaalde periode verlof gehad voor de zwangerschaptoestand en achter die bevalling. Mijn vrouw heeft een avond voor haar bevalling nog een vol servies gedraaid en vol een bak, hè, man. Dan heb dat kraamkliek binnen... En ik zie die nog zitten. Dat is echt zo'n schraal beeld. De zondagmiddag. En ik loop, het was echt druk. En ik loop de kelder in. Een bier, een mottige bierkelder, zo weet je wel. Dus een kelder met leeggoed en bakken en vaten. En ik loop achter een bak supplier in die kelder. En daar zit mijn vrouw op 200 keer de bakken met zo'n afkolfmachine. Dan zit hij er zo met haar tet met een tube gedraaid. Zo, weet je wel, die borst op zo'n punt gezogen. Zit hij daar de melk uit haar tetten te zuigen om dat dan aan mijn moeder te geven. Om over te dragen aan mijn moeder. Om daar dan de kinderen mee te... Oh man, echt waar, denk ik was. Hè. Dus mijn vrouw weet het al samen geen week op haar gemak geweest. Dus en dan denken wij soms van, Jesus Christ, zijn wij nu... Want soms kun je dat zijn over je kinderen, dat je begint te zagen van ja, ze zitten niet veel in, of ze doen niet veel, of ze zijn niet veel goed tegen. Maar soms denk je, maar zijn gelijk. Ze zijn wel die dommerik niet heel onze tijd ons kloten afgedraaid hebben, Piet Lul. Hè. Maar je hebt dat toch ook eigenlijk de stap gezet om te zeggen van, ja, we stoppen ermee. Ja. Maar ik voor mij was dat al lang duidelijk, hoor. Maar natuurlijk, ja, mijn vrouw is ten eerste veel realistischer, want zij is een West-Vlaamse... Die zit op de cijfers, ze krijgen niet die van cijfers. Ik weet het verschil niet tussen debet en krediet, ben maar niet van spreken. Maar nee, ik weet het echt niet. Nee. Maar zij is heel bewust van heel dat zakengedoe. En ik had het al een beetje gehad. Maar ja, ik ging gaan optreden toen voor €50 in Hasselt. Hè. Allee, daar draait het niet van. Hè. Maar ik had het al lang gehad. En voor haar is de fatale nekslag eigenlijk gekomen door een juffrouw op school. Dat was wel eigenlijk wel cool. Ik moet je nog altijd keer bedanken. Eigenlijk. Zij was om de kleine geweest naar school. En die juffrouw had gezegd, weet je wel, mensen. Want die kleine zijn punten waren allemaal zo slecht. En die juffrouw had zo gezegd van, ik heb een gesprek gehad met Lenny, hij noemt Lenny. En ik ben zelf een kind van een succesvolle coiffeuse, het is daarom dat ik het een beetje wil uitleggen. Ik heb zelf ook altijd met mijn oma gezeten, en dat was een heel uitleg. En mijn vrouw, ja, get to the fucking point, was het probleem. Maar ja, ik had een gesprek met Lenny en dat zijn punten zo slecht waren. En hij stond er zo wel met een scheef hoofd en dan zei ik van, ja, Lenny, wat toch... Ik wil toch ook hebben dat je mama en je papa een beetje trots kunnen zijn op u. En waarbij die kleine dan zeggen, mijn mama en papa, die hebben geen tijd voor mij, die zijn heel dan aan het werken. Die kwam thuis, man, echt wel. Dat was gelijk of die onder een camion gezeten. Dat was echt zo, alle moed uit haar schoen, een janken aan een klein kind. En ik zei, wat is er gebeurd? Dus die vertelt dat verhaal. En toen zei ze, schat, je bent al een jaar aan het zeiken van die business te stoppen. Laat het ons nog maar doen. En dat is het moment geweest dat zij ook mee was daarin.
En toen hebben we dat ook gewoon gedaan. Allee, en ik ben er, tot op vandaag zijn we er eigenlijk al twee heel trots op. Omdat ik zie heel vaak mensen... Je ziet soms mensen die een carrière switch doen, omdat ze moeten. En die zijn er achteraf content van. Ik bedoel, iemand die een rolstoel sukkelt, of iemand die iets tegenkomt, of kanker gehad heeft, of een burn-out gehad heeft, die lichamelijk voelt, ik kan dit niet meer, dus ik doe iets anders. En in het begin doet dat pijn, financieel. En, mm-hmm. Maar toch vinden die er nieuw weg. Ik vind dat fantastisch. En plotseling doen die iets nieuws. Maar het is omdat ze gemoeten en ze zijn een duw gekregen. Ze moesten. Maar ik zie zoveel mensen... Ik woon nu tot op vandaag nog heel vaak in Zaalzout ook. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die op Siedmar werken, ArcelorMittal, een staalbedrijf, waar de mensen 7 uur en 36 minuten moeten gaan werken. En die ik zweer het u, dan denkt van... En als je met die mensen babbelt... Een van die jongens bijvoorbeeld, die bij mij werkte, mm-hmm. in het restaurant vroeger, een super sympathieke dude, die is een paar met les beginnen geven. En mijn kleine kreeg daar les van. En die zei dat dat een wijze leraar was. Ik zei, tuurlijk, geloof dat. Pas op, dat was ook wel een gast die vroeger alle dagen blowde. Maar dat was wel een coole kerel. En wat gaf die? Elektriek. Ja, nee. Maar het maf van is, die gast, die... op een bepaald moment kom ik die terug tegen in de Colruyt. Waarop dat ik zeg van, en is dat wel een beetje op school? Hij zei, ik werk op school, maar oké. En wat doe je dan? Ja, ik werk op school, maar... Ik zei, why? Je deelt toch graag? Ja, zo, ja, maar al dat gedoe, maat, en op zich, maar dat gewoon 7 uur en een half uur in verstand op... En I quote, 7 uur en een half uur verstand op nul zetten. En dan is het gedaan, hè. Ik zeg, allee, en een wedden van een derde meer, hè. Ik zeg, ah ja, je hebt een dikke auto nu, dat is eigenlijk het verschil. Ik zeg, allee, nog 40 jaar, en we zijn er, hè. En dan was hij een beetje teleurgesteld. Dan zei ik, zeg, maar gast, maar kom aan, hoe kun je dat nu doen? Zijn je er gelukkig? Heel verlaatste jongen gaat hij met mij soms komt backlusten en zegt, ja, ik heb het gevoel dat ik te vroeg weggegaan ben op zit, maar ik zeg, why? Ken je iemand die er 20 jaar werkt en gelukkig is? Die zijn gelukkig misschien door de centen, die zijn misschien gelukkig door het huis. Door de, ja, door de... andere ja, prioriteiten. En personen er ongetwijfeld zijn, vooral duidelijkheid, mm-hmm. Maar ik alles is niet. Ik heb ooit gehad bij Atlas Copco opleiding moeten geven, 6 maanden of zo hebben we dat gedaan, zo over veiligheid en zo. En ik zei van, jongens, als je, dat zijn allemaal van die staalarbeiders bijna. Dat zijn mensen die daar zitten, die maken compressoren. Die komen allemaal tegen de roesting binnen, want over veiligheid. Ga je blijkbaar die lul die hen nog een keer uitleggen dat ze veilig moeten werken. Dus er is een lichaamshouding met gekruiste armen, gekruiste benen. Laat mij rust, fuck you, ik zit van achter. En ik zeg het van, jongens, ik weet, I know how you're feeling. Ik weet, je denkt van, die lul komt ons uitleggen. Maar ik beloof één ding, we gaan een uur of 4 werken samen. En we gaan zeker één keer lachen best aan het werken zijn. En op het einde van de 4 uur... Sluit wacht met een goede joke. Dat beloof ik nu al. En op een bepaald moment was dat bezig. En ik ben aan die mop. Maar echt gewoon een mop, een klassieke mop. Hè. En halfweg die mop had een kerel weg. En ik zeg, oh, heb ik iets kwetsend gezegd of zo? Even te lachen. Hè. Die gast zegt, nee man, dan moet weg. Ik zeg, maar de mop is bijna gedaan. Hè. Die kijkt naar mijn kerel. Ik word hier betaald voor 7 uur en 36 minuten te werken. Je denkt nu toch serieus niet dat ik hier 1 minuut langer ga blijven als strontkot dan dat nodig is. En dan zei ik ook van, allez, nog een jaar of 40 en we zijn er, man. Vrolijke Frans hier. En dat vind ik dat verschrikkelijk. Ik mag niet gedroomd dat ik ooit in zo'n situatie... Heb jij ooit één dag tegen een goesting gewerkt? Ja, 26. In een fabriek die hot cuisine, een vacuümmaaltijden maakt voor de lijzen. Verschrikkelijk. Dan zou ik mijn hond, in plaats van als mijn hond mij 's morgens begroet, naar de shift zei van, hey, basken, zou ik zeggen, fuck off, leg je man terug, ga die bakkes. Dat is verschrikkelijk. Maar heb je dat al lang gedaan? Nee. 26 dagen. Ah, 26 dagen. Ja, ik heb een tijd gehad dat ik in een tussenperiode in mijn leven dat ik... waarom ben ik... dat was echt zo'n momentum dat ik voelde van... Ja, misschien moet ik wel gewoon een soort van ploegenarbeid doen dat ik daarnaast mijn goesting kan doen. Dat was gewoon het slechtste idee ooit. What the fuck? Dat vind ik, ik was dan nog ploegbaas onmiddellijk. Alsof dat belangrijk was. Maar dat was nee, verschrikkelijk. En voor de rest... heb ik nooit tegen mijn goesting gewerkt. En nu al zeker niet. Nu zijn wij de meest gefortuneerde fuckers die op deze aardkloot rondlopen. We vanavond gaan optreden als het allemaal goed gaat. En krijgen we daar eten. Achteraf applaus. Krijgen we een pijntje. Dat is toch zot? Zijn er gelukkig nu? Ja. Maar ik ben natuurlijk... Maar ja, er zijn natuurlijk dagen dat je denkt van vaak. Mm. Maar ik besef wel elke dag opnieuw. En dat denk ik soms wel. Ik zo nu. En dat klinkt weer heel ouderwets. Maar eigenlijk heb ik shit. Dat ik soms denk van... Hé, mannen, die is zo... Mensen daar mogen van meeproeven van heel die comedy set, wat dat wij nu allemaal mogen. Dat was tot voor 2006 eigenlijk niet aan de orde. Er was Urbanus en Gaston en Leo. Mm-hmm. En nu hebben we allemaal wel ons plekje zo aan het vinden geweest. En nu zitten al heel veel nieuwe gemotiveerde gasten die er goesting in hebben. Die willen er ook een graantje van. En terecht, they are welcome.
Want uiteindelijk moeten die oude zakken ook wel soms een keer stoppen. Hè. Ik stel je dat aan mij is. Maar dan denkt de plots van, wow, gast. Die komt ermee een mijl toe. Nog een keer proberen. Dan ben ik een oude zak, hè, maat. Wat bedoel je? Dat er bij de jongere generatie mensen zijn die zo denken van, het gaat wel makkelijk gaan? Ja. Nu ben ik niet aan het veralgemeen, nee, maar ik ben er heel gevoelig aan. Als ik er zo al 4 tegengekomen ben in die laatste 5 jaar, zal het veel zijn. Hè? Dus ik bedoel niet dat iedere jonge haast een fucker is. Hè? Maar als het gebeurt, ben ik er heel gevoelig aan. En jij laat dat ook merken? Ja. Ja, direct. Dat duurt echt niet lang. Nee? Nee. Ook backstage, hè, man. Hey, fuck you. Allee, ik ben dan nog heel ouderwets. Ik heb mijn vrouw bij kussen, dat shit op. Hè. Maar ik denk dan, die mensen en hier een banaan gelegd voor u. Je hebt dan tenminste de elementaire beleefdheid van die fucking schellen in de vuilbak te smijten. Of moet ik er een soufflet op je kaak bij en dan voel ik het met de papa. Maar sorry, maar daar kan ik niet mee om. Ik ben heel blij met en ik wil ook mogen blijven doen wat wij doen. En ik wil ook graag dat we niet gelijk in Holland, dat ze zeggen, hier is de ijskast. En een lege. Je kunt er zelf in je zitten steken. Dat is dat in Nederland? Ja, boven de rivier is dat overal zo. Je komt ergens aan en we hadden zelf onze koelbox mee, met onze blikjes, en daar stond de ijskast. En als jij toekomt, krijg je een koffie. Als je iets anders vraagt, flippen ze al. Want ik zeg dan, doe maar een pijntje, want koffie, dat is voor grote mensen. En dan staat, want dat is een mopje, ze denken die kerel. Soms als je dat zegt, nee, koffie, dat is voor grote mensen, dat lust ik niet. Doe maar een pijntje, dan pijzen die eerst de grapjes zijn al begonnen. Of van. En dan denk ik, nee, ik wil echt graag een pijntje. Oh, nou, dan moet ik even kijken of dat kan. Dus en dat is ook Heineken, hè? Ja, dat is nog helaas nog van die gore shit, doe. Dus ik wil hebben dat zo blijft. Ik heb een band met mijn collega gehad, die komt toe in een backstage, in een line-up. En ik had nooit vergeten, in Kortrijk. Hup, die chacootje open en die begint er van alles in te smijten. En daarna stond die zak daar zo ongegeneerd op de grond met dat grieven. En die programmator, die komt goeiedag zeggen, die komt zich voorstellen. Die zegt, kijk, is dat goed dat wij straks een soundchecken? En ik zie die gewoon, ja, ik zei het, ik heb helemaal even nodig gedaan. Als iemand iets nodig heeft, dan zie ik dat. Als ik nu op restaurant zit, moet ik er altijd veel op letten dat ik niet zeg tegen de stond, die mensen van mayonaise. Ik moet echt op letten dat ik dat niet doe, maar ik heb dat al lang gezien voor die gasten gezien. En ik had dus gezien dat die mensen zijn oog liet vallen in die zak. Dat hij zich moet even zijn pakken, psychologisch, omdat ik zo, dat was even zo, oké, en terug weg. Maar die fractie van een seconde is voor mij genoeg om te zeggen, dus die vent gaat weg, zei. En dat nu gezien. Hij had toch gezien, hoop ik, dat die mens even geschrokken is van wat dat jij in een jacuzzi gestoken hebt. Ik had zo, ik moet nog naar een optreden, ik moet nog dit. Ik zei, maar er zijn overal nachtwinkels, er zijn overal benzinepompen, je kunt overal dingen kopen. Dit krijgen we hier aangeboden om dat hier te consumeren. En als jij dat allemaal blijft doen, dan komt er een dag dat niet meer zo is. En ik vind dit nu fantastisch dat zo is. En dan zeg je plotseling de oude zuurpruim, dit is de zaak. Ik heb dat nu klink ik precies niet overal in de backstage rondloop, kleine schoolmeester, maar ik heb dat nu al een keer of twee in mijn leven moeten doen en ik trek er ook geen zak van. Maar zijn dat dan ook niet mensen die dan dat even proberen en dan stopt dat? Nee, ik ken er toch die. Ja, de meeste verdwijnen, maar Vlaanderen is daar niet klaar voor. Dat hoeft ook niet, hè? Nee, voor mij hoeft het zeker niet. Een klein beetje erkentelijkheid. Ik durf niet zeggen tegen iemand die bij mij komt werken, en mijn boerderij nu, als er bij mij iemand komt werken en ik betaal die, dan durf ik het niet zeggen dat ik s'avonds ga gewoon optreden, voor welke prijs dat ik dat doe, en dat eten, maar een beetje zo was, dat durf ik niet zeggen, zeg maar. Want tiende mensen zijn boterham doen zelfs. Ik had er nu meestal zelf al iets voor voorzien, maar dan denk ik van, shut the fuck up, want tiende mensen die aan uw zwembad of aan uw faïence steen of aan uw schilderwerken bezig is, verdient dat niet wat wij daar verdienen. We daar een keer een half uur kunnen vrolijke Frans uit hangen. Dus ja, dan ben ik helaas een hele wetse zak. Hè. Frieten. What the fuck? Frieten is op de dingen zo. Vocht werd. Ja, maar dat is wel tof. Nee, Joost, ik zag nu juist, uw pet, zit jij ambassadeur of zo? Van Big Green Egg. Dat zijn zo van die, ja, dat zijn. Maar mogen je dat barbecues noemen of is dat vloeken? Ja, dan mocht dat ze noemen, maar dat noemt zo. Meer rookachtig? Nee, alleen noemt dat, heeft een echte naam, hè, want ik wil dat meer bezig, ambassadeur. Allee, dat is een typische naam en komt er nu niet op. Die stenen potten, dat heeft een naam. Dat komt eigenlijk uit Japan.
Dat is eigenlijk al begonnen met een rijstkokerke voor de, mm-hmm. voor de soldaten. En ik kom nu niet op die naam. Dat is heel gênant. Omdat nu kan u binnen het gebied beginnen surfen, maar ik kan dat niet doen, want ik vind het een leuk gesprek. Maar ja, kom, allee, godverdomme zeg. Whatever. Maar dat is toch zo, dat rookt toch, hè? Die... Ja, dat rookt niet zo... Wat dat jij... Ja, dat is inderdaad. Er zit een, altijd een beetje, omdat je onder gesloten barbecue... Ah ja, dan komt er ook sowieso. Maar ik heb vroeger een Oklahoma gehad. Dat is zo een Amerikaanse trein, zo. En daar, dat is echt, dat smaakt alles gerookt. Want daar bakte naast je vuur en passeert je rook allemaal aan je. Mm-hmm. Dus, terwijl dat je dat bij die Green Egg veel minder hebt. Maar het is eigenlijk gewoon begonnen omdat een vriend van mij... van op school al is daar uiteindelijk invoerder van voor heel België en binnen Luxemburg. Ik denk, ja, België en Luxemburg, pardon. En ik heb er al filmpjes van gemaakt en ben eigenlijk zo'n... hij heeft zo'n busje, zo'n Volkswagen busje. Een beetje like Ray Cooks hoe noemt hij? Jean Blouten. Naar de brouwerij gereden zijn wij zo op zoek gegaan naar lokale kerels. Ik had zo'n super sympathieke dude die asperges kweekt in de duin, bijvoorbeeld. Juist aan de Franse grens boven Kokzijde. En dan gaan we erbij en dan, de crisis is echt geniaal met die barbecue. Die maakt dan die asperges klaar op een verrassende manier. En die kookt echt alles. Dat is super cool. Dat is een echte foodie. Hè. Dat is zo een jongen die loopt bij mij te wandelen in Leuzen daar. En we passeren een veld met suikerbieten die klaar liggen voor meegenomen te worden. En hij plotseling zie ik die zo'n biet onder zijn arm steken. En wij wandelen verder. Ik zei, gewest jongen, nog een ik ga straks wel iets klaarmaken. Hij zei, ik ga dat meepakken naar huis. Ik wil dat ik op de Green Egg leg. En die probeerde het dan. En dat bleek dan ook nog geen al lekker te zijn. Ik heb een suikerbiet geprepareerd op dat ding. En het grappige is, hij zat altijd op de eerste rij in de klas. En ik altijd van achter. En dat was een beetje een nerd. Maar wat ik niet wist, dat in die tijd de jongen zijn papa eigenlijk nog maar gestorven was. Maar dat ik nooit geweten heeft, heb ik nooit veel over verteld. Maar dat is mijn kameraad gebleven eigenlijk altijd. En wij zien elkaar nog altijd vrij vaak terug. En op die manier heb ik dus die filmpjes gemaakt voor die Green Egg. En zijn wij overlast naar Lapland, mocht ik niet als influencer naar Lapland ze voor 4 dagen zotte dingen te doen met die Green Eggs. Overal op de meest gekke locaties, met honden sleen en zo. Dus ja, vandaar dat ik nu het respect voor hem, die klak op mijn hoofd zet, gelijk waar dat kan. Maar eigenlijk draag ik altijd de klakken van John Deere. Dat is eigenlijk, ik ben een heel grote fan van John Deere. En een Zitmaier ook? Nog niet. Ja. Dat is mijn droom, een klak van John Deere en dan een Zitmaier. En een nof natuurlijk, die groot genoeg is. Ik heb dus die piloze gezien, ik zou het verlopen bij gewoon een steker kunnen houden. Maar nee, ik snap het wel en ik wil dat ook. Mijn vrouw weet dat ook, ik ben ervoor aan het sparen. Maar er zijn blijkbaar thuis eerst nog andere... We zullen toch eerst meteen al een badkamer hebben voordat ik een John Deere zit maar mag. Dus, ja. Zeg Joost, ik wil misschien eindigen met... Ja, je hebt ze eigenlijk in het begin al beantwoord, die vraag. Sorry. Zout of geen zout op je frieten? Zeker zout. Maar je zei daar straks van... Wacht, dat is met de transporten, maar... Dus ik zei daar juist van zout, als ze dat erop doen... Uh-huh. Als ik vraag voor je zout op doen, is dat omdat dat, als ik ermee naar huis moet... Want mijn kinderen hebben dat ook liever voor de tv bij Netflix te vreten dan in zo'n ongezellige tent. Uh-huh. Want daar hebben we nog niet over gehad. Ik heb gezegd dat ik voor onze vriend Shesha Heman, al lang gezegd tegen mijn vrouw. Ja, jij ging iets... Waarom bezig? Ja, voilà. Ja. Zie je? Oh my god. Maar jij begint vaak over verhalen en dan maakt je ze niet af. Ja, I know. Ik weet maar de weg ernaartoe is wel goed. Soms genoeg. Vertel eerst even Sergio Herman. Ja, waarom zit jij dat dus avond? We waren eigenlijk aan het vertellen over de jonge gasten die met mij kwamen werken en dat we te veel volk hadden in de restaurant van die jonge gasten. En dat ik een bom tegen mijn vrouw zei, ik ga er gewoon zo van die in business, hè, weet je, we gaan iedereen buiten flikken en we hebben een frituur, maar een frituur deluxe, een frituur met nappen en met een kantelaar en met voor mijn part erover, met een garçon, met een pitelaar aan, maar dat tenminste gezellig is, met gezellige muziek, want het concept van een frituur ongezellig te maken, is vooral dat je niet zou blijven, omdat die plek weer vrij zou komen voor een andere. Maar dat is volgens mij voorbijgestreefd, dat idee. Dus waarom moet dat zo blijven? Ja, maar ongezellig. Ik had vroeger een frituur en nu wilde dat ook doen. En dan stond daar zo'n Boeddha-beeldje. Ah ja, nee, dan denk ik ook van, ja, man... Het lijkt wel alsof frituuristen... Ze willen zoiets doen dat gezellig is, maar eigenlijk... Dat zijn echt alle mensen die al hun smaak voor interieur verwijderd zijn. En in de plek is dan ossevet gestoken, zeg. Maar die van Sergio Herman is ook niet zo gezellig, hè? Ik heb dat niet gedaan. En, klein puntje van kritiek ook. Houten vorkjes. Oh, Sergio, hier komt de kritiek. Ja. En wat is het probleem met houten vorkjes? Dat precies een schoolbord is dat je in je mond steekt. Ah ja, dat smaakt niet lekker. Hè? Ik weet het is misschien milieuvriendelijker en het komt beter zal het zijn, het zal imago-gewijs over, maar
Ja. Dat plastieke vorkje is toch wel... Hout is raar, hè. Ik heb dat met een dat smaakt me echt niet. Met een Frisco is dat ook, hè. Op het einde, die, ja, ja, hout. Dat is precies dat je zo naar een dokter gaat en dat die zo zegt met het spateltje van... Op je dak is... Ja, ik snap het. En, ja, het gelijk. Dat is mijn puntje van kritiek. Ja. Voor de rest, top frituur. Ik weet niet of dat Sergio van gaan wakker liggen, maar bedankt, ja, het is, voor deze feedback. we waren dus eigenlijk aan het afsluiten met die idee van de zout. Dus dat wou ik dan op het einde nog naartoe. Dus de frituur, de luxe, is er nooit gekomen. Nee. En van de eerste keer een comedy carrière gekozen. Maar zout op de frieten vind ik wel, super zeker wel. Maar als je ze op de frieten doet voordat je ze meegeeft aan mensen, in zo'n papieren en verpakking, dat zorgt ervoor dat je een slappe muts krijgt. En aangezien dat mijn kinderen en mijn vrouw meestal de wedstrijd winnen, lees, we doen dat liever thuis voor de Netflix en dan kijken we naar iets, moet ik er dus toch soms gaan halen. En dan, dan vraag ik, wil je geen zout op doen? En dan zet ik het zout klaar thuis. Ja, ga zeker wel zout op de friet, ja. Ja, maar als je thuis klaar zit, dan gaat er ook zo niet echt onder, vind ik. Nee. Okay. Ja, maar ik respecteer uw keuze. Ja, en... Je vroeg mij iets en ik heb er eerlijk op geantwoord, hè, Petra. Ja. Precies. Hier gestraft worden omdat ik hier tegen spreek. Ik ben gewoon eerlijk. Als quizmaster of als host van een podcast moet je gewoon eerlijk. Luister. Altijd gelijk. Is dat de les die je mij geeft? Ik denk het niet. Ga je lukken, denk ik. Nee. Nee, maar merci dat je bent gekomen, Joost. Graag gedaan. Ik kan je wel hosting achter de frituur. Ja, ik eigenlijk ook. Ik hoop dat we... De frituur gaat nog niet open zijn, maar... Ik stel toch voor, als je deze podcast tot een succes wilt doen, dat er twee mogelijkheden zijn. Ofwel ga je ook effectief zelf altijd aan de bak erachter met een kleintje mayonaise, meer dan niet zijn. Ofwel daagde uw podcast eruit om voor friet u... te gaan halen. Nee, dat nee, niet te gaan halen. Ja, maar ik wil wel frieten van de frituur. Dat vind ik wel beter. Ja, dat is juist, jij bent al zo iemand die... Ja, maar dat is misschien omdat je zelf... Maar ik wil die wel gaan halen voor u. Maar nee, voor mij niet. Want het idee was ook zo dat ik dacht van, misschien is het ook wel leuk dat je zo frietjes hebt en dat jij zo uw bestelling, hè, dat ik die zorg dat die er is als wij een podcast hebben. Maar ik denk dat dat gewoon voor de mensen die luisteren misschien niet zo tof is. Dat je zo zit te knabbelen. Ja, dat je zit te fretten eigenlijk. Ja. Ja, ik vind dat niet zo... Ja, ik weet niet. Snap ik. Ik denk niet dat de mensen dat tof gaan vinden. Nee, dat is gelijk. Maar misschien moeten we daar eens mee experimenteren. In ieder geval, wat dat je zeker niet moet doen, is ik huiver van de gedachte dat... Dat is wat dat mijn kinderen doen. Dat is dat er zo plotseling een gast met een mobilet en zijn frigobox aan je deur staat met friet. Nee, man. Dat kan toch niet oké zijn? Als die niet van te ver komt? Ja, niet van te ver. Dat kan toch nooit zijn? Het zit sowieso door elkaar dan. Ik ken niks, want bij ons in zaal zaten bestaat daar nog niet eens een mobiletjes met een bak op van achter. Maar je mag het er niet wijs maken dat die jongen daar staat te wachten tot die frieten klaar zijn. Hè. Die zal waarschijnlijk... De kans dat hij daartoe komt dat die frieten al klaar stonden, is al reëel. Dus dat is al een paar minuten verlies. Dan moet hij dan met zijn stroommobiletje hier nog... Hier tot in, waar, ik zal het adres niet zeggen, het respect voor de privacy. Tot hier in Deurne in de dingen staat geraken. Dat kan niet goed zijn. We hebben ooit eens gehad waar wij vroeger woonden in Borgerhout, hadden zo frituur Richard. En dat werd dan overgenomen door friet Chinezen. Ah ja, dat is ook nog zo'n ding, friet Chinezen. En je kon bellen en die brachten dat en dat was met een Mercedes. Kijk. Dat is het, ja. Wacht, de Richard of de Chinezen? De Chinezen. Ah, kijk. Die hadden zo'n nieuw concept eraan gebreid en dat was zo'n oude Mercedes en die bracht die frieten. Maar ik kan me niet meer herinneren of ze echt warm nog waren of zo. Dat weet ik niet meer. Als het een oude Mercedes was, dan kan hij zelfs rijden op oude frituur. Ja. Het was ene die zeker niet nu in de lage emissiezone... Nee, nu zou het ene meer binnen. Ja, nee, dat is al lang niet. Nee. Maar dat vond ik wel zo het meest protserige ooit. Van een frietbestelling. Frietbestelling met een dikke Mercedes. Zo, het zou zo een limo of een lijkwagen. Een lijkwagen. Zou wel cool zijn. Frietjes. Zat op de frietjes of niet? Goed. Nee, merci, Joost. Graag gedaan. Jij en bedankt. Ik wens u veel... Waar ga je vanavond optreden? Ah, wel, dat is nog een beetje spannend, want ik was eigenlijk... Ik heb het respect voor jouw podcast, mijn telefoontoestel eigenlijk. Maar Janne Kleinmans is naar de dokter. Ah. En dat is eigenlijk een beetje bang afwachten. Ondertussen zal er hopelijk een bericht binnengekomen zijn of dat ik het niet moet gaan spelen of niet. Ah, ja. En normaal spelen we vanavond met Knechten van de Koers in Zandvliet. Ja. Want daar dat ik ook van, vandaag met jou afgesproken was, dacht van, ben ik al... Ja, dat zit op weg, want... Het dorpje Antwerpen, ja. Kan ik via... Een podcast is budgetair altijd... Is nul, ja, dat is verschrikkelijk. Nee. Maar gelukkig verdien ik vanavond duizenden euro's. Ja, frieten kunnen meten, joh. Ja, voilà. Dikke merci en veel plezier. Dank je wel. Frietkast. Hey, wauw, met Peter van de Pauw.